NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Een hele, hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Je kent het, hè? Het programma waarbij luisteraars vragen stellen en ook gelijk de antwoorden geven. Ik ben alleen maar de intermediair. Dat kun je doen via het bekende telefoonnummer 0800-1121. Je hoort het, Astrid, de nachtzuster, die is even een weekje weg. Ik mag de stoel warm houden volgende week, zal ze er waarschijnlijk weer zijn. En dat doe ik met heel veel plezier. Maar het programma wordt niet door mij gemaakt, maar door de luisteraar. Ik zei het al, de vragen, die heb ik nodig. Ze mogen overal overgaan. Misschien heb je vandaag iets meegemaakt in de supermarkt. Was je bezig met de verzekeringen? Hoorde je iets hier op NPO Radio 1 in het nieuws waarbij je jezelf een vraag stelt waarvan je denkt, nou, hoe zit dat nou eigenlijk? Misschien kan daar iemand een antwoord op geven. Nou ja, dan kun je natuurlijk via internet allerlei dingen gaan opzoeken. Maar het leukste is toch om er gewoon lekker over te praten. Hier op de radio 0800-1121. Stel een vraag. En als je een vraag hoort waarvan je denkt, nou, daar weet ik wat van, bel dan gewoon datzelfde nummer ook en geef het antwoord. Nou, je kunt ook een mail sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook een appje sturen via de gratis NPO Radio 1 app. Chatten, dat kan ook via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je even op de chat. En twitteren kan ook via @nachtzuster. Kortom, genoeg kanalen, maar gewoon even bellen. Dat is het leukste. 0800-1121. Ja, ik zit inmiddels eventjes te kijken op de Nachtzuster chat. Daar beginnen al wat mensen binnen te druppelen. Ga er ook naartoe, hè, via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan even op de chat klikken. Nou, dat was Doe Maar. En dan weet je dat het Nachtzuster weer begonnen is. En vandaag dus met een nachtbroeder. Maar dat mag de pret niet drukken. Sterker nog, we gaan er gewoon een hele leuke uitzending van maken. En Henk mag de boel aftrappen. Dag Henk. Ja, goedenavond nachtbroeder. Hallo. Hallo, goedenavond. Goedenacht moet ik zeggen. Ik kijk al een beetje, het is misschien wel wat cynisme van mijn kant hoor, maar ik keek vanavond naar die televisieruitreiking. Ja. Nou ja, niet helemaal vol met dief, want ik vind het een hele enge, verschrikkelijke, egoïstische show eigenlijk. Maar al zeppend kwam ik er even op en toen zag ik die beste presentatorlijstje voorbij komen. Mm. En er zat ook Humberto Tan bij. En dan vraag ik me af of daar echt mensen op gestemd hebben, hoe dat zit. Want ik kan me niet voorstellen dat, ja, ik ga niet mensen napraten, maar mijn eigen mening is dat die man, ja, ik ben een beetje allergisch voor hem, maar dat is mijn probleem. Dus ik ben een beetje wel gekleurd daarin. Maar ik snap niet dat zo'n man, hoe dat zit, dat zo'n man nog als beste presentator in het rijtje terecht kan komen, in top 3, zeg maar. Ja. Je zoekt, wat is nou zijn geheim blijkbaar, dat hij daar dan toch zit? Nou, zijn geheim, dat is al, dat is eigenlijk ontmaskerd, want het is gewoon een en al gezelligheid wat niet meer aanslaat. Want het is een en al nepheid, maar dat is heel de tv-wereld eigenlijk. Maar mijn vraag is hoe het kan dat zo'n man nog in het top 3 rijtje terecht kan komen. Is dat echt door toch wel, ik kon niet helemaal een ei, maar is dat toch wel van dat mensen nog op hem stemmen dan? In het top 3 rijtje? Ja, dat is iets wat zeker is. Want de beste 3 daar, ja, dat zijn degenen waar het meest op gestemd is. Maar ja, waarom er op hem gestemd is, wat zijn geheim dan is? Ja. Want je zegt al inderdaad van dat er het afgelopen jaar een hoop met hem gebeurd is. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Hoe kan het dat hij in die top 3 komt? Ja. Maar ik schrok er wel een beetje van. Ja, wat stelt zo'n heel zo'n onderneming dan al voor? Want ja, een mislukte presentatie, ja, dat is maar goed, ik kan wel. heb je ook bijvoorbeeld een rijtje van radiopresentator die dan ook een prijs kunnen winnen? Of is dat weer... Ja, zeker. Je hebt, volgens mij is dat altijd in januari, februari. Dan is er de Gouden Radio Ring. Dat is weer het equivalent van de televisiering voor de radio, ja, mensen en programma's. Nou, dat zal misschien Astrid Jong ook wel in terechtkomen dan misschien als... Nou, dat zou wel een keer fijn zijn, ja. Astrid Jong is geen mislukte radiopresentatie. Ik vind, ja, Humberto heeft zijn tijd gehad, maar ja, kijk, puur persoonlijk ben ik gewoon, ja, ik ben allergisch voor die man, maar... Ja. Ja, dat die man er toch wel voorkomt in dat, ik ben blij dat Boom gewonnen heeft, daar ben ik ook geen echte fan van, want ik vind heel die show niet helemaal je van het. Maar goed, ik verbaasde mij wel hoe het dan kan dat zo'n man nog in het rijtje tevoorschijn kan komen. Ja, nou ja, je vraag is duidelijk, maar wie had er dan bijvoorbeeld wel, wie vind jij nou een hele goede presentator waarvan je zegt, nou, die zou wel een prijs mogen krijgen?
Ja, dat geitenrijtje. Ik ben helemaal niet zo van die commerciële tv. Ik kijk alleen maar naar de 1, 2 en 3 eigenlijk. Dus ja, een echte goede presentator, dan kom je al snel onder het bekende rijtje terecht. Maar ik... Matthijs van Nieuwkerk, ja, Jeroen Pauw. Matthijs van Nieuwkerk ben ik ook een beetje uitgekeken. Maar ik bedoel, ja, dat zijn nog grote talenten. Ik bedoel, maar dat Humberto Tan daarin tevoorschijn komt, nu is iedereen weer die opvolger af te branden. Maar het is ook wel op zich een angerman die wel wat voorstelt. Ik bedoel, Humberto is alleen maar te lachen en te trommelen en gek te doen en te glimlachen. Maar ja, weinig inhoud. Nou ja, dat zal die man niet allemaal achtelijk zijn, denk ik. Ja. Maar ik bedoel, ja, een beetje presentator, ja, zeg het maar. Maar goed, het is goed dat Bogen heeft. Maar nu wordt het een beetje, lijkt net de mannelijke equivalent van Anja de Jong. En dat wil ik ook niet worden. Henk, we gaan kijken wat de mening is van de nachtzusterluisteraar over Humberto en al die anderen. En wat nou eigenlijk, waarom hij er toch in staat. We gaan kijken of daar leuke antwoorden en vragen nog over binnenkomen. Oké? Is goed, nachtbroeder. Dankjewel, okay. Henk. Goeiedag. Dank, goeiedag. Dag. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. Bel dat, hè, als je iets hoort waarvan je denkt, daar wil ik op reageren. Of als je met een compleet andere vraag komt. 0800-1121. Het is gratis, dus daar ligt het niet aan. Dammes. Ja, hallo, ja. Maar luister, ik gelijk even op die man reageren. Ja. Humberto is gewoon moeders ideale schoonzoon. Is die... Wat geeft het nou, of die nou goed of slecht is? Ja, vind jij hem de ideale schoonzoon? Ja, tuurlijk. Volgens mij drinkt hij niet, slaapt hij zijn vrouw niet als hij een vrouw heeft en als hij een vriend heeft. En dan ben je al snel de ideale schoonzoon. Ja. 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 Nee, ja, goed. Ja. You love him or you hate him. Ja, goed. Het is ook een kwestie van smaak, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk, hij hoeft geen Einstein te zijn en ook geen Hitler. Dat is een heleboel andere, toch? Dat is waar, dat is waar. Waar kan ik je mee helpen vannacht? Ja, ik zat een tijdje terug een beetje in de boekje te bladen. Als de vader 30 is en de zoon is 10, dan is hij 3 keer zo oud. Maar als hij dan 10 jaar verder, dan is die vader 40 en die zoon 20, is hij nog maar 2 keer zo oud. Luisteren jullie nog? Ja, wacht even. Oh, ja, nee, ik kan het de vader gaat van 30 naar 40 en de zoon die gaat van 10 naar 20. 10 naar 20, is hij nog maar 2. Eerst is hij 3 keer oud, dan 2 keer. En dan gaat hij, laten we zeggen, van 50 naar en de andere naar 30. Ja. Dus dan is hij 35, 1/2 keer zo oud. En als hij bij 100, die vader 100 is en die zoon is van 80, dan is hij dus 10/8, is 1 1/4 dan, ouder. Dus het wordt steeds minder. De 1 blijft staan, maar de achter de komma wordt steeds kleiner. Terwijl die 20 jaar blijft gewoon. Dus 10, 30, 20, 40. Ik snap niet hoe het werkt. Jij wil een rekenwonder hierover horen wat hier de wetten voor zijn? misschien is er iemand die er altijd mee bezig is. Ik kan me niet herinneren dat ik de oplossing gehoord heb. Ja, heb je zelf een zoon of een dochter? Een kleinzoon. Oké. Dan heb je ook een zoon, maar... hoe jonger je bent, hoe dichter je bij elkaar zit natuurlijk qua leeftijd. Ja, maar waarom blijft die 20? Het is toch een beetje vreemd. Dus ja, je bent 20 jaar. Die blijven aan de gang, weet je wel, die 20 jaar. Dammes, want je begint met 20 jaar verschil. Ja, je hebt een waar woord. Ja, misschien is er wel een bepaalde term voor in de rekenwereld. Je hebt zo allerlei van die genieën die dan allerlei getallen hebben uitgereikt. Ja. Nou, de knapste koppen luisteren ook naar dit programma, weet ik toevallig. Dus er zal vast wel een antwoord op komen. Ja. Leuke vraag. En we gaan kijken of of mensen daar wat zinnigs over kunnen zeggen. Ja, jij dan nog? Jij bent typisch anders als Astrid, maar dan ga ik toch niet met elkaar vergelijken. Als Astrid terug is, is heel vertrouwd, weet je. Ja. Ik denk die man die doet het ook goed en dan ik hoop dat Astrid gauw terugkomt. Ja, ik wil in ieder geval niet de nieuwe Astrid zijn, dus maak je geen zorgen. Ik hou af en toe de stoel warm. Dat is ook niet nodig. Nee. Hey Dammes, dank voor je vraag en we zetten hem erbij in de administratie. Oké, bedankt hè. Oké, fijne nacht en blijf luisteren. Ja, dag. 0800-1121. Dat nummer ga ik heel vaak roepen deze nacht. Dat is niet om jou als luisteraar te vervelen. Maar dat is gewoon omdat ik altijd vragen nodig heb. Want jij maakt het programma. Ik ga hier elke nacht met een blanco velletje zitten. En jullie maken het programma met jullie vragen en antwoorden. En iemand die ook 0800-1121 heeft gebeld is Jeroen. Jeroen, goeienacht. Goeiedag met Jeroen. Oh, Jeroen, je klinkt heel ver weg.
direct wat aan doen. Kijk. Wordt het zo beter? Ja, dat klinkt al een stukje beter. Vertel. Oké, gelukkig. Ze zijn wel heel erg bezig met het milieu. Oké, dat vind ik belangrijk. Maar ik vraag me gewoon één ding af. Waarom worden hier in Europa... Ik zal het hele verhaal even doen. Hier in Europa moeten de auto's zo schoon mogelijk zijn. Als ze oud zijn, wat doen ze er dan mee? Dan gaan ze naar de derde wereld, worden ze heen geschreven. Eigenlijk moeten ze daarmee stoppen. Is dat zo? Want dan verplaats je het probleem. Dus oude diesels die hier in Europa worden afgeschreven en wezen, die gaan het schip op en die gaan naar Afrika. Eigenlijk moeten ze dat gaan verbieden. Is dat nog steeds zo, ja? Dat die verscheept worden? Die worden nog steeds verscheept. Okay. Niet alleen de diesels, ook benzineauto's. Alles wat afgekeurd is, alles gaat gewoon naar het buitenland. Maar niet alleen de auto's, maar ook vrachtauto's en bussen. Ja, dat is een beetje krom natuurlijk, dat wij er alles aan doen om het milieu te redden. Juist. En dat is, je moet hier vanuit gaan, hier in Europa wordt elk jaar, of om de twee jaar, wordt nog een auto nog gekeurd op APK. Er wordt ook gekeken naar de uitstoot. Ja. Maar ja, ik ga er vanuit buiten Europa minder. Ik weet alleen toevallig van Marokko, daar mag een auto niet ouder zijn dan 5 jaar. Anders komt die Marokko niet in. Nou, dan is dat voor Europa, naar mijn inzien, ook veel beter. Niet oudere auto's dan 5 jaar. Alle vrachtwagens, dat weet ik wel, die naar Afrika gaan, naar bepaalde Afrikaanse landen, dan wordt de Euro 5 installatie eruit gehaald en dan wordt het gewoon een Euro 2, Euro 3. En dat is dan nog vervuilender? Ja, maar niet alleen dat. Daar wordt helemaal nergens naar gekeken als er maar zo min mogelijk techniek wat storing geeft. Ja, en als het maar rijdt? En als het maar rijdt, ja, en wij moeten hier dan allemaal zo schoon zijn. Maar daar hoor ik de GroenLinks niet over. En dat vind ik wel jammer dan. Nou ja, dat zou inderdaad wel iets zijn om daar eens naar te kijken of dat iets is waar we wat mee moeten qua regelgeving of zo. Denk ik niet. Ja, want waarom moet hier een bus heel goed schoon zijn? En dan komt, want je krijgt het ook weer terug in de voedselketen. Het is niet alleen maar de auto's, vrachtauto's, voertuigen. Maar het gaat ook om oude, afgewerkte elektronica. Gaat daarheen, wordt daar vernietigd. Er is ook wel een televisieprogramma over geweest. Dat laat ik dan terzijde. Maar het moet eigenlijk voor alles gelden. Dus eigenlijk moeten we dat in Europa gewoon zelf recyclen. Wat we al veel doen, maar eigenlijk nog meer. Ja. Zullen we eens kijken of er mensen zijn die wat weten over regelgeving en die, of misschien mensen die uit de praktijk weten dat die dingen verscheept worden naar bijvoorbeeld Afrika en hoe dat dan zit met het milieu? Zullen we eens kijken of daar deskundigen over aan het woord komen? Dat zou heel leuk zijn. Ja. Ik heb je vraag opgeschreven, Jeroen. En nou ja, ik zou zeggen, blijf luisteren. En als je iets hoort dat je denkt, nou, dat klopt niet, gewoon weer bellen. Hè. Je mag altijd weer opnieuw reageren. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Blijf luisteren en fijne nacht. Goed, eens gelijk. Oké, dag Jeroen. 0800-1121. Het nummer is inmiddels bekend. Aloysius dan. Ja, dat ben ik. Ik ben een ervaringsdeskundige wat betreft een publieke prijs krijgen. Oh. Ik heb zelf zeg maar voor instanties gewerkt. Ja. En er werden daar zeg maar prijzen uitgedeeld van de beste danscafé en de beste discotheek van Nederland en dergelijke. Wat leuk. En wat was mijn taak? Om bij de deur, iedereen die binnenkwam, een gratis biertje aan te bieden. Als ze het briefje maar eventjes invulden. Dat er op hun gestemd werd. Ah. En het is gewoon allemaal doorgestoken kaart. Je moet gewoon lobbyen. Die ene serie met die luizenmoeders, ja. Die hebben dat niet gedaan. Die hebben dat gewoon niet gedaan. Het was schijnbaar voor hun niet belangrijk. Maar als je een prijs wil hebben, een publieke prijs wil krijgen, dan moet je gaan lobbyen. Dan moet je bij de buitendeur staan. Je moet mensen verzamelen. Je moet ze vragen, wil je de brief hier alsjeblieft even invullen? En als beloning krijg je iets van mij. En zo kom je hoog in de rangstand. Ik heb eraan meegewerkt. Ik ben echt ervaringsdeskundige. Ik weet hoe het gaat. Ja. Maar
allemaal flauwekul. Maar jij hebt dus een prijs gewonnen voor, wat vertelde je nou ook alweer, de beste dancing bar? Nee, ik heb geen prijs gewonnen. Ik heb gezorgd ervoor dat twee discotheken hier in Rotterdam de eerste prijs kregen. Eentje voor de beste danscafé, en ander voor de beste discotheek. Dan heb ik gezorgd dat ze die prijs kregen door een actie te ondernemen bij de ingangsdeuren. Ja, maar dan wint dus dat café waar jij voor werkt. Hoe voelde dat toen? Ze hebben alle twee gewonnen. Oh, niet? Ze hebben alle twee gewonnen. Ja, ze hebben alle twee dingen. Maar hoe voelt dat dan? Want je weet op een gegeven moment, nou, mijn baas heeft dus een prijs gewonnen, maar dat klopt niet. Dat is niet eerlijk. Dan voelt dat toch heel raar? Dat voelt ontzettend raar. Maar ja, je weet ervoor betaald, hè? Alles voor de pegels. Je regelt dat gewoon, dat kan gebeuren. Ja. En de portiers ook natuurlijk. En de barmensen. Ik kreeg alles, ik gaf ik allemaal de opdracht. Deze briefjes moeten ingevuld worden. En de mensen moeten op een bepaalde zaak stemmen. En werd allemaal ingeleverd. En ja hoor, alle twee wat ik geregeld heb, hebben gewoon gewonnen. Ja. Maar het waren gewoon doorsnee zaken, het was helemaal niet zo bijzonder. Maar ja, ze kregen daar, stond wel met een mooie prijs in de hand. Maar zo gaat het ook met tv-programma's. Een publieke prijs kan je krijgen door te lobbyen. Ja. Door op straat te gaan, door mensen aan te spreken. Wil je dit invullen? Doe dat niet. Dan krijg je ook geen prijs. Ja, dat is altijd het risico bij een publieksprijs dat er oproert, geroepen tot stemmen. En ja, de ene is daar beter in dan de ander. Denk ik. Ja. Dus dat is antwoord op die manse vraag. Hoe kan iemand op 1 of 2 of 3 plaats staan? Ja, die ene beter gelobbyd als die andere. Ja. Dat is alles. Ja. Een vakjury, dan kom je natuurlijk op een heel ander gebied natuurlijk. Want dat zijn mensen uit het vak zelf. Dat is journalisten zijn, programmamakers. Dan krijg je dus een eerlijkere prijs dan mensen die mogen stemmen. Want die worden gelokt om te stemmen. Ze krijgen wat. Die geven ze een cadeautje. Dan gaan ze lachen. Natuurlijk stemmen ze dan op je. Dus, dat mag ik gewoon vertellen. Ja. Het is natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. Ja, ja. Nou ja, goed. Weet je, het is die hele televisiering. Ja, het is een aardige prijs. En nou, we hebben het er nu ook weer over. Het maakt wel discussie los in ieder geval. Dat toch wel? Ja, maar daarom ook mijn reactie geven. Ik ben een ervaringsdeskundige. Ja. Vanuit even mijn verhaal te vertellen. Hartstikke goed. Hoe dat gaat in het algemeen. Ja. Het is heel simpel. Aloysius, dank je wel. En mochten er nog andere mensen zijn die alles weten over het geven of het verdelen of het krijgen van prijzen en hoe eerlijk dat is. 0800-1121. Okay. Ik ben je naam kwijt. Nachtbroeder Ron. Dus, Ron, okay. Ja, en jij bent Aloysius. En blijf luisteren, zou ik zeggen, vannacht. Ja. Je komt niet trouwelijk namelijk. Oké, fijne nacht, hè? Ja. Jan, goeienacht. Ja, hoi. Dag Jan, hallo. Ik heb, ik hoorde laatst op de Vlaamse sportuitzending... wat ik aanneem is dat het een uitdrukking is op de sukkel geraakt... En dat ging over twee voetbalclubs, dus dan weet je wel dat ze het over de stand hadden. Maar ik vroeg mij dus af aan wat die uitdrukking precies betekent. Mm-hmm. Is het wel een uitdrukking? En wat betekent dan het woord sukkel misschien oorspronkelijk? Anders dan wat het nu bij ons betekent. Ja, wat is nu de omschrijving in Vlaanderen bedoel je? Ja. Ja, nou ja, in Vlaanderen, maar dat is ook ons taalgebied, maar wij hebben die uitdrukking niet. Nee, ik ken hem ook niet. Een sukkel is bij iemand, nou ja, een dom iemand. Maar is het misschien in vroege tijden een andere betekenis geweest? Ja. Dat zie je wel heel veel vaker bij uitdrukkingen. Ja, maar goed, het is, ja, je zegt wel van het is hetzelfde taalgebied, maar er zijn wel heel veel verschillen natuurlijk tussen Nederland en Vlaanderen. Ja, maar dat zie je juist heel vaak in uitdrukkingen. Ja, ik weet ook op kot, dus op kamers gaan bijvoorbeeld, hè, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen, ja. Maar op de sukkel geraakt, nee, die... Nee, ik had hem nog nooit gehoord. Nee. Nou. Dus ik denk, nou ja, ik kan hem even bellen, toch? Nou, kijk, daar zijn we voor, Jan. Daar zijn we voor in het leven geroepen voor dit soort vragen. Ja. Hier is Nachtzuster voor gemaakt. Vraag. Vertel, ja. Ik heb nog een vraag. Er worden nog steeds bij mensen armen en handen en benen afgehakt. Vooral in oorlogsgebieden, maar soms ook als straf. En ik vraag me altijd af
Wat doen ze dan bij slagaderlijke bloedingen? Want die krijg je dan. Die mensen bloeden dood. Ja, nou, dit wordt dan vooral gedaan door allerlei IS-achtige groeperingen, bedoel je dan? Nou, het komt ook in Afrika nog alles voor. Hmm. Maar niet met het idee om iemand dood te maken. Dus als een soort straf, bedoel je? Nee, maar dat zou wel makkelijk kunnen gebeuren. Dus misschien interesseert het ze ook niks. Maar ja, toen bij Sierra Leone was toen in oorlog met een buurland. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Maar daar liepen na die oorlog heel veel kinderen juist rond met één arm en dat soort dingen. Ik vind het een beetje een lugubere vraag, Jan. Het is een lugubere vraag, ja. Maar die horen er ook bij. Ja, ja, absoluut. Het kan niet altijd alleen maar op de sukkel geraakt. Slagaderlijke bloedingen na armen en benen afhakken. Nou, ik heb hem erbij gezet, ja. Jan. Ja. Ja. We gaan alle kanten op in dit programma altijd. Het valt me altijd ja, op. Ja, dan heb je straks weer een vrolijke vraag. Ja, precies. Als jij ook weer een vrolijke vraag hebt, mag je die ook doorbellen. Maar dit soort dingen, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Okay. Dit hoort erbij. Jan, dankjewel voor het bellen en blijf luisteren voor het antwoord. Ja. Oké. Okay. Dag Jan. 0800-1121 is ook het nummer wat Hans heeft gebeld, volgens mij. Ja, goedendag. Met Hans. Dag Hans, hallo. Ben ik goed hoorbaar? Je bent luid en duidelijk te horen in ieders radio speaker. Vertel. Ja, daar ga ik heel Nederland om. Maar ik wou even reageren op die manier van die uit Afrika al die twee auto's, die milieuvriendelijke auto's naar gaan Afrika, dat verhaal klopt. Oké. Dat is al heel wat jaren. Hmm. Er zijn al 100.000 auto's, vooral uit Duitsland, verscheept via Antwerpen naar Congo, naar Nigeria. Daar worden ze weer verkocht op de markt. En mijn diesel, die ik ingehaald heb dit jaar, die is niet meer te verkopen. En die gaat straks ook weer richting Ava. Een auto die perfect is bijgehouden. Enorme zorg aan gespandeerd. Die mag straks niet meer ook in Berlijn. Dat is ook al verder. Dat de Duitsers krijgen 6.000 euro omweldsubsidie om een oude diesel in te ruilen. Dus eerst was het die emissiewaarde. En dat wordt steeds verder opgeschroefd. En ik heb een diesel aan de kant gedaan, omdat er steeds meer problemen zijn met diesels. En ik ben op een ander autootje overgegaan. Maar het geval klopt, want ik heb een hele reportage van Kabel Eins. Want ik ontvang ontzettend veel informatie over milieu via de Duitse zenders. Maar om daar even op terug te komen, die meneer, dat klopt precies. Ze gaan met de 100.000, zijn ze al versleept. Er gaat een containerschip met 5.000 auto's die afgekeurd zijn, de Duitse TUV. Die gaan richting Afrika, zelfs op bestellingen. Ze zijn zelfs helemaal gecodeerd. Ze worden op bestellingen worden ze afgeleverd. En in de grote plaatsen daar, op de markt, worden ze weer verhandeld. En dan gaan ze naar Nigeria en gaan ze over weer toe. Ja. En het is nou zo met diesels, daar zit een module in, dat noemt men de EGR. En dat kunnen we hier goed gezien wat dat betekent. Dat is een module die zuigt dat je uitlaatgassen, en dat geldt voor alle moderne auto's, die zuigt dat de uitlaatgassen weer hergebruikt worden. Er komt een beetje zuurstof bij en die slipt op de duur dicht. En dan rij je half vermogen en dat is een probleem wat vaak voorkomt bij de auto's. Okay. Maar bij Kabel 1 heb ik een hele reportage in. Ik heb alle gegevens daarover, via redactie van het programmablad Max Magazine, die hebben dat doorgestuurd naar de rechtsdienst. Meneer Slachter is daar helemaal op de hoogte, want GroenLinks, die klas een heleboel onzinverhalen over milieu. En dat vind ik het meest trieste. Ja. Want ik ben zelf heel goed op de hoogte met alle milieuaspecten. Ik merk het, Hans. Ja. Oké, okay. Nou, dat fijn dat dit verhaal bevestigd is in ieder geval. Ja, dat klopt precies. En dat is het meest trieste. Dus al die vervuilde auto's, grotendeels uit Europa, ook uit Nederland, maar vooral uit Duitsland, die worden verscheept via Antwerpen naar de Congo. En er zijn schepen met minimaal 5.000 personenauto's. Dus GroenLinks moet niet kletsen uit de nek, want ze verbasteren alles. En dat vind ik een hele kwalijke zaak. Maar alle gegevens, en dat geldt nog meer milieuaspect, die zijn doorgegeven naar Omroep Max. Ja? Maar er wordt niks meer gedaan. Hans, dank je wel voor het bellen en blijf luisteren, zou ik zeggen. We gaan naar Ad.
Ja, goeie nacht. Ik bel eigenlijk met een vraag. Vertel, dat mag in dit programma. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk kijken, ik steun verschillende goede doelen met een gift of een machtiging. Hè, zoals op het moment dokters in nood en weer op kinderhulp. Kinderen in nood, dat zijn ja, toch voor mij belangrijke dingen. Hè, tegen de hels. En dan vroeg ik me eigenlijk zo af op het moment, hoeveel procent gemiddeld komt nou eigenlijk bij zo'n stichting aan? Als je bij prikken nou kinderen in nood pakt en weer op kinderhulp. Ja, als je die, ik krijg daar elke vaak brieven over. Ja, wat de ellende ervan. En als met 20 euro redt u al een kind per week aan eten. Nou, dan denk ik op het moment van ja, dat is heel belangrijk. Maar als ik nou daar 20 euro geef, om maar een bedrag te noemen. Hoeveel procent komt er dan eigenlijk bij zo'n stichting aan? Want ja, die mensen die daar ook... Er zijn ook natuurlijk wervingskosten en misschien, ze moeten ook die brieven sturen. Administratiekosten, moet een directeur betaald worden. Ja, wat ik wou ook zo hard verdieren, pak ik iets. Nou, dat vind ik, dat gaat je al je hart als je dan die beren ziet en zo. Hmm. Maar als je dan van de andere kant ziet, op het moment, dan sturen ze weer een stel foto's. Dan sturen ze weer alle aanzichtkaarten, een doos met 10 aanzichtkaarten. Dan krijg je weer een handdoek met het logo erop. Ja, en dan... Stel voor, ze sturen 100 op, dan krijgen ze misschien maar 10 mensen die daar echt gaan doneren. Maar dan denken wij van, ja, waarom sturen ze dan iedereen een doos met kaarten, 10 kerstkaarten bijvoorbeeld? Nou, dat is heel leuk natuurlijk, daar ben je blij mee. Maar het kost ook weer geld. Aan de ene kant, ja, dan denk ik op het moment, ze sturen, pak maar weg op het moment, 1000 pakjes met kerstkaarten. Nou, en dan hopen we misschien dat daar een kwart van gaat reageren. Nou, dus daar 25%, maar dan denk ik, ja, dat kunnen ze beter dat geld al gebruiken. En als ik dan iedere maand met de machtiging, ik zeg op het moment van die hart van dieren, nou, jullie mogen elke maand 10 euro afschrijven, omdat ik begaan ben met die beesten, met die dieren. Maar dan vroeg ik mij op een gegeven moment af van, ja, hoeveel procent komt er nou eigenlijk nog aan? Ik vind het een goede vraag. Ik vind het een goede vraag, Ad. Wat blijft er aan de strijkstok hangen en waarom en waar gaat dat geld dan naartoe? Ja, inderdaad. Ja. Kijk, wij breken van waarom wordt dan een plek van die cadeaus geven? Dan niet dat dan die... kijk, en als ze dan zeggen van nou, je moet eerst lid worden. Ja. En bij als je lid wordt, dan krijgt u een doos met kaarten. Dat kan ik begrijpen. Maar nu sturen ze gewoon iedere keer pakjes om mensen te werven. Terwijl misschien... U begrijpt mijn vraag. Nee, ik begrijp je vraag helemaal, Ad. We gaan kijken of hier mensen wat van weten. Ik weet wel, volgens mij is hier ook wel recent nog onderzoek naar gedaan. Dus daar moeten vast wel wat mensen die of daar wat over hebben gelezen of wat dan ook, moeten daar wel wat over kunnen vertellen. Want dit is een vraag die veel mensen bezighoudt. Vooral nu in deze tijd, hè, want er komen weer tegen de kerst, dan komen er allerlei goede doelenacties weer voorbij. En we geven natuurlijk graag, maar het is een gerechtvaardigde vraag. Wat blijft er aan die strijkstok hangen? Komt er nou echt aan bij het goede doel? Kijk, heel fijn dat u die vraag voor mij meeneemt. Heel goed. Ad, dank voor het bellen. Is Astrid ziek? Nee, Astrid heeft privé omstandigheden, dus die is even een weekje er niet. Dus niks bijzonders in ieder geval. Oké, een fijne nacht dan nog voor u. Oké, dankjewel Ad. Dag. Hey, tot ziens. Lupo. Of Lupo? Lupo, ja. Lupo of Lupo? Lupo, goeiedag. Dag Lupo, hallo. Uit het noorden van Nederland hier. Hey, de volgende vraag. Ja. Als ik in Nederland rij en ik bel met jou. Geen probleem, waar ik ook rij. Hmm. Nu ga ik Duitsland in. Er staat aan de Nederlandse kant een antenne, aan de Duitse kant een antenne en toch ben ik jou kwijt. Hoe kan het dat die verbinding niet overgepakt wordt door Duitsland of CQ andersom? Is dat zo? Want ik kan me herinneren dat ik wel eens ook telefonerend al de grens overging. Volgens mij bleef ik toen gewoon bellen, maar dat kan ik me niet helemaal meer herinneren eigenlijk. Nou ja, ik zit op de vrachtwagen en ik ga geregeld de grens over. Oké. Nou, we hebben met een professional te maken hier. Als ik dan aan het bellen ben, dan vliegt hij eruit. En dan duurt het echt wel weer een poosje dat je weer verbinding hebt. Of je moet het dan handmatig doen. Oké. Ja, nou ja, als dat echt zo is, dan moeten we even uitzoeken waarom dat dan zo is. Ja, lijkt me wel goed ook. En waarom wordt daar niks aan gedaan? Want in deze tijden zou de techniek daar toch een oplossing voor moeten hebben. Ja, nou, dat lijkt me dus ook. Daarom ook deze vraag. Want ja, dat zeg ik dan wel vaker. We zetten mensen op de maan, maar een goede telefoonverbinding is nog steeds moeilijk. Ook bij de radio vaak trouwens. Ja, schijnbaar wel, ja. Ja. Schijnbaar wel. Goeie vraag. En daar komt vast een goed antwoord op, is mijn ervaring in dit programma. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. We wachten het af.
Dankjewel in ieder geval. Hey, succes. Dankjewel. Hoi. 0800-1121. Als je alles weet over telefoonverbindingen en de grenzen overgaan en zo. Nou ja, 0800-1121. Electric Light Orchestra, telefoonlijn was dat. Dag Cor. Goeiedag. Dag Cor, hallo. Hey. Nou, het volgende, ik had het dus juist even met mijn collega's over. Ik heb dus een collega en die jongen die is stapelverliefd. Op een andere collega. En ja, wij vroegen ons af, stel dat het uitmondt in een relatie. Het gaat om collega Peter. Kan Peter dan gezeur krijgen met de werkgever en die andere collega? Mag zoiets? Peter, naam bij de redactie bekend, maar dit is niet zijn echte naam, hoop ik. Of zet je hem nu even op de landelijke radio? Nou goed, we gaan er verder niet op in. Ja, je vraagt je af, hoe zit dat? Zit daar iets juridisch achter? Dat wil je weten? Klopt inderdaad. Kan mijn werkgever dat verbieden? Dat Peter een relatie aangaat met die andere collega? Ja. Die jongen die stapelverliefd. En het zou toch zonde zijn als er iets geboden wordt, hè, door een collega, door een werkgever. Ja. Dat is toch jammer dan? Ja, verhoudingen op de werkvloer is altijd lastig. Dat is volgens mij gebeurt er in de meeste bedrijven wel iets. Of nou ja, als je vaak met elkaar samenwerkt of lange tijd met elkaar doorbrengt, dan kunnen er op een gegeven moment gevoelens natuurlijk op bloeien tussen mensen. Dat is nou eenmaal zo. Klopt, je ziet het vaker op de werkvloer, ja. Ja, zelf heb je het nooit gehad? Ik heb het zelf nooit gehad, nee. Ligt er ook aan wat voor werk je doet natuurlijk. Als je op de vrachtwagen zit, dan zal het anders zijn dan als je op kantoor zit. Ik werk als beveiliger. Ik heb mijn vrouw in ieder geval niet tijdens mijn werkzaamheden ontmoet. Oké. Nou ja, het komt vaak voor. Dus heel veel mensen hebben er ook ervaring mee. En dat is altijd fijn. Want ervaringsdeskundigen, dat zijn de leukste reacties altijd in Nachtzuster. We zullen eens gaan kijken. Dat is bedankt. Ik heb geen idee of er wat over in het wetboek staat. Het lijkt me niet. Volgens mij moet elk bedrijf dat zich voor zich regelen. Maar goed. Ik ben niet degene die over de antwoord gaat. Ik ook niet. Ik heb het ook nog niet opgezocht. Maar heel goed, heel goed. Het is veel leuker om het van de luisteraars te horen. Hè? Kijk, jij snapt het programma. Zo hoort het. Cor, dankjewel voor het bellen. En we gaan kijken of er of ervaringsdeskundigen komen of mensen die daar wat weer meer uit de wetgeving wat van kunnen zeggen. Als dat al zo is. Precies, hartelijk dank. Oké, Cor, dankjewel voor het bellen. Yo, dag. 0800-1121. Ook voor liefde op de werkvloer. Het kan overal overgaan in dit programma. Willem? Ja, goeienacht. Dag Willem. Vertel, wat kan ik voor je doen? Ik heb een antwoord op de telefoonverbindingen. Ja. Dat heeft met frequenties te maken. Hier in Nederland hebben wij een bepaalde megahertzfrequentie waar de telefoon op uitgezonden wordt. Door de master natuurlijk heen. Als je naar Duitsland komt, zijn andere frequentieformaten, zeg maar. En dat wil wel zijn dat die telefoon eruit klapt, omdat hij hem overschakelen moet naar die frequentie en naar dat netwerk. Okay. En dat heb ik zelf ook wel als ik bijvoorbeeld bij Breda, bij Hazeldom de grens over ga, naar België, heb je een hele poos, heb je in principe even geen verbinding. Maar ik ben er sinds een paar maanden achtergekomen via een maat van mij die ook bij een telecompartij werkt, dat dat daarmee te maken heeft dat het uitgezonden wordt op een netwerk met een totaal andere frequentieformaat. En daardoor klapt die telefoon daar over het algemeen vrij veel uit. En zo zou dat ook in Duitsland kunnen zijn. Dat je hem opnieuw inbellen moet, omdat je op het Duitse netwerk terechtkomt. Maar ja, het is natuurlijk heel raar dat we doen allerlei dingen. Worden in Europa gelijk getrokken. Dus het is heel raar dat we dit nog steeds niet gedaan hebben dan blijkbaar. Of is daar ook een technische reden voor? Ja, dat zal waarschijnlijk wel met aanbestedingen te maken hebben. Hier in Nederland, jij als radiomaker zult het ook wel weten. Om de zoveel jaar, dan worden de frequenties in Nederland onderverdeeld op andere formaten, zeg maar. Ik denk dat dat ook zoiets in Duitsland is. Bij aankoop van een frequentie zou mijn vermoeden kunnen zijn. En dat het dan nog niet helemaal botert. Maar ligt het dan ook aan, want je hebt natuurlijk allerlei telefoonproviders. Zitten die dan op verschillende frequenties? Ja, als het goed is wel. Oké.
Dus het zou ook kunnen zijn dat je de grens overgaat en dat je daar automatisch naar een andere telefoonprovider wordt geswitcht van dat land, die toevallig wel op dezelfde frequentie zit, en dan kun je gewoon doorluisteren misschien. De provider heeft contracten weer afgesloten met de anderen in Europa natuurlijk. Hey, jullie mogen gebruik maken van ons netwerk. Daar zal hij dan ook heen schakelen, wat het dichtst bij ligt, bij jouw frequentieformaat van jouw telefoon. Daar zal hij maar zo snel mogelijk op aanpakken. Maar dat is niet altijd hetzelfde en dat is niet... Zoals in België, hou ik er wel eens bij. Je hebt T-Mobile NL, T-Mobile België. Ja. Maar je hebt ook Proximus bijvoorbeeld. Soms pakte die op, soms pakte T-Mobile op. Dus ja, ik denk dat dat met contract uitstaan heeft. Oké. Nou, dat is. Volgens mij zijn er nog wel mensen die hier ook nog wat meer over weten en die misschien ook wel willen bellen. Maar dit klinkt wel plausibel en heel goed in ieder geval. Ja, dat is wat ik sowieso van een maat van mij weet die bij de telecom werkt, zeg maar. Oké. En dan ook die leidingen legt en weet ik veel wat met die mast en dat soort dingen. En die zei dat tegen mij. Dat heeft echt puur te maken met die frequentie van maten. Ja. Nou, klinkt heel plausibel. En Willem, we gaan kijken of er misschien nog andere mensen reageren. Maar dit, ik dank je in ieder geval voor je bijdrage. Graag gedaan. Oké, blijf luisteren zou ik zeggen. Komt zeker goed. Oké. En een fijne nacht, hè. Dank je. Dat was Willem, die belde 0800-1121. Heeft dus nu een antwoord gegeven, dan kan ik er een kruisje bij zetten. Dat doe ik ook. Maar dat sluit niet uit dat als je nu denkt van, nou, ik weet nog iets meer over al die frequenties, gewoon even het nummer bellen, 0800-1121. We gaan naar Margreet. Hallo. Dag Margreet. Goeienacht. Ja, ik hoorde over die over het percentage wat terechtkomt voor de goede doelen. Klopt. Ja? Daar heb je het over. Ik heb zelf een stichting en Stichting Otafu. En wij helpen kinderen in Ghana. Mm-hmm. Ik heb een school daar met zo'n 2000 kinderen al. Wow. Die daar les krijgen. En bij ons gaat er ongeveer 90% gaat er naar de school toe. Mm-hmm. En 10% hebben wij dus administratieve dingen die we moeten betalen en zo. Maar zo'n 90% gaat er naartoe. Maar als je wil weten van andere doelen, dan kun je dat ook vinden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Okay. Het CBF. Daar kun je, als je dat het doel waar je aan geeft intypt, dan kun je ook zien waar ze alles aan uitgeven. En hebben ze dat dan wel allemaal eerlijk opgegeven aan dat Centraal Bureau? De meeste goede doelen zijn aangesloten bij het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving. En ze moeten dus dan jaarlijks een financieel verslag doen. En dat moeten ze dan opsturen naar het CBF. En die controleert dat dan? Die is ook weer aangesloten bij de ANBI. Dat is dus voor de belastingen. Daar moeten ze dan ook bij aangesloten zijn. Oké. Nou, daar kun je dat vinden. Daar kun je alles vinden van de goede doelen. Wat goed. Wij zijn er ook bij aangesloten. Ja, dus, en u zegt 90% gaat naar het goede doel. Zit je dan een beetje... Van ons project. Van ja, precies. Project, ja. Maar zit je dan een beetje in de middenmoot? Of juist een hoog percentage naar het goede doel? Ja, of? Een hoog percentage. Ja? Want anderen zitten daar wel onder. Ja, wij hebben geen personeel. Nee, dat spaart een hoop geld. Wij hebben ons eigen... Ja, ons eigen bestuur en zo'n 6-7 man. Maar wij doen het allemaal gratis. Dus wij hoeven daar niks voor te hebben. Nee, wat goed. Wat goed dat u dat doet. Ja, ja. Ja. Ik ben al 85 ondertussen. Ja. Maar ik ben nog steeds mee bezig.
Ja, nou, het geeft je leven kleur volgens mij voor zo'n goed doel jezelf inzetten. Ja, jawel. En we zijn begonnen met 30 kinderen. En voor een kinderdagverblijf. Dat is uitgegroeid in samenwerking met de Wilde Ganzen. En nog andere organisaties. En nu hebben we dus 2 scholen en samen zijn. Hebben we nu 2000 kinderen op school. Dus wow. Dat zijn er heel wat, hè. Iets om trots op te zijn, volgens mij. Wauw, fantastisch. Ja, dat zijn we ook, hoor. Heel goed. Maar dus, als iemand iets wil weten, dus over een goed doel. UNICEF of weet ik wat, of er zijn er zoveel. Dan kunnen ze dat bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hartstikke goed. Dat vinden. Hartstikke goed. Maar Geet, dank voor het bellen. Ja hoor. En een hele fijne nacht. Ja, jij ook. Oké. Dag, Margreet. Dag. Nou, kijk, dat is toch fijn. Dat kunnen we ook weer in een krulletje bijzetten. En 90% naar het goede doel. Dat is een best hoog percentage. We gaan naar... Margreet hebben we net gehad. Trace natuurlijk. Ja, daarom. Met Trace. Ik heb een vraagje misschien voor Ruben, maar... Laat ik hem maar gewoon stellen. Mm-hmm. Ik ga binnenkort wonen naar een straat met een soort T-splitsing. En het pootje van de T, dat is eigenlijk een voetpad. Aan het pootje van de T staan altijd hekjes. Zodat fietsers en bromfietsers niet te hard rijden. Want die maken er toch gebruik van. Mm-hmm. Alleen... opeens was er afgelopen vrijdag aan de kant die kruist aan de Lange Straat, waren ook hekjes geplaatst. De afstand tussen de hekjes is ongeveer 50 meter. Ik ga dan wonen in een gedeeld wonen door ouderen, dus voor 50-plussers. Mm-hmm. Maar... door die hekjes, ze staan wel wijd uit elkaar, hoor. Dus een scootmobiel kan er eventueel wel naar binnen. Maar stel dat er iets gebeurt, een brancard, help, die komt er niet naar binnen. Een brandweer ook niet. En de bewoners zijn niet geïnformeerd. Ik heb de gemeente al, ik heb de vraag al neergelegd bij de gemeente. Maar ik moet nog worden teruggebeld. Maar de vraag is er een bepaalde afstand dat een brandweer een huis moet kunnen bereiken? En ook voor de ambulance geldt elke seconde telt. Nou, in dit geval niet. Dus ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, kan dat? Ja, nou, volgens mij een hele goede vraag en ook een heel belangrijke vraag. Want zoals je al zegt en zoals je misschien terecht zorgen maakt... van ja, als hier een keer wat gebeurt, dan moeten de veiligheidsdiensten moeten er wel bij kunnen. Ja, ja. Dat gaat wel. Ja, en ook praktisch, verdorie. Ik zit nu in de verhuizing. En ja, dan kan je een autootje even daar niet plaatsen. Ja, ja. Dat is niet leuk. Snap ik, ja. Als je met... maar... Dat is van het minste belang. Had ik maar eerder moeten verhuizen. Ja. Maar misschien dat Ruben er iets van af weet of iemand anders. Ja, ik laat het praten. Ja, nou ja, de mensen die het niet weten, Ruben, die horen we straks weer waarschijnlijk. Want dat is onze vaste beller over juridische zaken en die weet er alles van. Misschien heeft hij er een antwoord op en anders iemand anders. We zullen het zien. Ik hoop het. Oké. Okay. Trace, dankjewel. Prima. Ja, prettige nacht. En blijf luisteren. Oké, dag. Dag, doe ik. Dag. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. We gaan naar Jan, volgens mij. Hey, Ron. Dag. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Een leuk laatste liedje. Ik heb 30 jaar gewoond op Gran Canaria. Ja. En ik ben blind teruggekomen. Ik woon nu in Gouda. Maar goed, ik heb een vraag over hofleverancier. Vertel. Stel dat, of het is nagenoeg zeker, dat Durex... hofleverancier is van het Koninklijk Huis. Ja? Ja. Maar stel nou voor dat Michelin, de autobandenfabrikant, Durex overneemt. Is Michelin dan automatisch ook hofleverancier? Durex? Wat een grappig voorbeeld.
Nee, ik snap je vraag. Als er een bedrijf wordt overgenomen dat hofleverancier is, blijven ze dan ook hofleverancier? Ja. Nou, is dat wel eens gebeurd eigenlijk? Weten we dat? Ik heb er geen idee van. Nee. Ik weet wel dat Verkade, die is hofleverancier. En die is overgenomen door een andere koekjesmonster. En de koekjesmonster, dat is ook hofleverancier geworden. Ja, ik zit even heel hard te denken. Ja, je hebt natuurlijk de KLM, maar ik weet niet of die hofleverancier zijn. Die zijn wel koninklijk, maar ik weet niet of ze hofleverancier zijn. Maar die zijn natuurlijk samengegaan met Air France een tijdje geleden. Ja, ook nog. En ja, maar goed, maar ze hebben een eigen toestel, hè? Ja, dat is waar. Het Koninklijk Huis heeft een eigen toestel. En dat is een toestel wat onderhouden wordt door de KLM. Ja. Ja, precies. En die merken zijn in ieder geval nog wel steeds gescheiden. Er is niet één merk van gemaakt in ieder geval. Nee. Op één handelsnaam. Nou. Maar dat is een vraag. Ik bedoel, ik weet het niet. Nee, en daar zijn we natuurlijk het programma voor bij uitstek. Dus dan is het heel goed dat je die vraag stelt, Jan. Goed zo. Ja. Blijf luisteren. En ik hoop dat er een antwoord op komt vannacht. Maar dat lijkt me best. Oké, Roem. Hartstikke bedankt. Dag Jan. Groetjes. Dag Jan. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer wat ik het dan altijd even tussendoor noem. En dan ga ik naar de volgende beller. Dat is Kiki. Goedenavond. Goedemorgen. Mag allebei. Ik heb een vraag. Jong volwassenen tot een jaar of 25. Beleven die kleuren anders dan ouderen? Mensen. Wat een interessante vraag. Ja. In Groningen, station Noord. Dat is redelijk dicht bij mijn woning. Daar ga ik dus geregeld heen. Daar zijn ze nu ineens aan het schilderen. En het was altijd een vrij lichte kleur. Dus licht witachtig grijs. Maar het is nu ineens een hele donkere kleur geworden. Donkerbruin. Tegen het ossenbloedachtige aan. En ik vind hem heel afschuwelijk en donker en naar. Hmm. En dan heb ik vanochtend een onderzoek gedaan en allerlei mensen gevraagd. En ik dacht dat jongeren het ook een afschuwelijke donkere kleur vonden. En tot mijn verbazing vinden de jongeren het gezellig en warm en leuk en geweldig. Hmm. En de ouderen vinden het allemaal afgrijzelijk. Nou is het vandaag zonnig, dus ik weet niet in hoeverre de jongeren, als het grauwer weer wordt, het ook nog zo leuk vinden. Maar in ieder geval, vandaag vonden de jongeren tot een jaar 25 het geweldig. En dan vraag ik me af, beleven zij de kleuren anders dan ouderen? Of is het een soort modeverschijnsel, net zoals dat je vroeger geen zwart droeg, want dan was je in de rouw. En tegenwoordig heeft iedereen zwart aan, want het is een modekleur. Ja. Nou, dat lijkt mij een hele goede vraag inderdaad. Jongeren, ik zit even hard op te denken. Volgens mij zijn jongeren wel wat trendgevoeliger. Dus als een kleur heel erg hip is, dan zul je dat misschien wat meer bij jongeren aantreffen, denk je niet? Ja, maar deze kleur, deze bruine kleur, wat echt een donkere bruine kleur is, zie je nooit op een station. Nee, en die viel in de smaak bij jongeren. Ja, die viel in de smaak bij jongeren. Niet bij alle jongeren. Een meisje van een jaar of 18, die zei, ik vind hem heel bedreigend. Hm. Maar bij het merendeel vonden ze hem geweldig, warm en gezellig. Terwijl wij hem dus afschuwelijk vinden, de ouderen. En vreselijk. Dus aandacht dat ik er niet mee heen ga. Dan denk ik, nou, ik vind het wel even naar een ander station. Ik hoef daar niet te zijn. Nee, echt waar. Dat is wel heel drastisch. Ja, nee, ik ga daar niet staan wachten een half uur in die donkere handel. Nee, oké. Dat is niet aan mij besteed. Ja, nou, je punt is gemaakt en je mening is duidelijk. Ik vind het wel een goede vraag. Dus die zetten we erbij en we gaan kijken of daar een antwoord op komt. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel Kiki. Dag. Dag. Nou, interessante vraag weer. Hoe worden kleuren beleefd door ouderen en jongeren? Die vraag had ik toch ook niet zien aankomen toen ik aan dit programma begon. Ruim een uur geleden. 0800-1121. Als je er wat over weet of als je er een mening over hebt. 0800-1121. We gaan naar, even kijken, Luc. Hallo. Dag Luc, hallo. Hoi. Ik heb een vraag. Ik zag vandaag op tv weer een behoorlijke brand met grote rookwolken. En toen was de mensen geadviseerd om ramen en deuren dicht en de ventilatie afzetten. Nou,
ik heb een huis met een stuk of 4 ventilatiepunten. En die kunnen wij niet afzetten, want er staat een grote toeter op het dak die dat doet. En daar heb ik al eens over gebeld. Zo van, hoe moet ik dat dan afzetten? Nou, ik kwam niet veel verder. Er was er een die zei, ja, daar hebben we een aparte ploeg voor. Die komt dan langs. Maar dat lijkt me nou een sterk verhaal. Als die jongens het dak opgaan en die wolk roet komt langs, dan stikken ze ook, hè? Hmm. Dus dat wordt het niet. En je maakt je wel een beetje zorgen? Is er iemand... Ja, ik vind het gewoon vervelend als een los eentje. Ik heb al zitten denken, misschien moet ik ze dan afplakken of de kranten instoppen, whatever. Maar dat ding staat gewoon door te zuigen, hoor. Hm. Die blijft loeien. Ah, ja, het... En als je een afzuig hebt, ja, dan moet ergens anders lucht binnenkomen, hè. Dus... Hm. Ja, en goed, het hoort natuurlijk bij je huis, maar je hebt er op deze manier natuurlijk helemaal niks over te zeggen. Dat is ook een beetje raar natuurlijk eigenlijk. Nee, ik woon in een flat. Ik bedoel, er zijn sowieso 47 huizen die dit hebben. Hm. En ik denk dat er nog wel meer zijn. Want het is een woningbouw, hè? Dus. Goed, het is natuurlijk. Misschien weet er iemand iets. Ja. Nou, daar gaan we naar kijken vannacht, Luc. Oké. Dank voor je belletje. Jo, dag. Dag. 0800-1121. De ventilatie. In hoeverre is dat je eigen verantwoordelijkheid en. Wat kun je eraan doen in dit soort gevallen? Goeie vraag. 0800-1121. We gaan naar Rob. Rob. Ik denk dat je Wolter bedoelt. Wolter. Die had ik niet zien aankopen, maar iedereen is welkom. Wolter Kramer. Wolter Kramer uit Diemen. Dag Wolter, ja, hallo. De verbinding met je collega was wat slecht, want ik verstond hem net ook niet helemaal. En ook de muziek zat er toen doorheen. Maar ik heb een vraag over DAP en DAP+. Kom maar op. Je hoort tegenwoordig... Wat zeg je? Ik zei kom maar op. Oké. Je hoort tegenwoordig veel over DAP en DAP+. En ik heb sinds kort zo'n DAP-radio. Maar ik vroeg me dus eigenlijk af, wat is nou precies het verschil tussen DAP en DAP+. Kun je meer met DAP+ dan met DAP? Ik weet wel dat bijvoorbeeld een signaal FM of AM gemodelleerd kan zijn. En DAP is dus een digitale drager. Kun je ook buitenlandse zenders ontvangen? En werkt het net zoals het luisteren via internet? Want het valt mij altijd op, als ik via internet naar de radio luister, dat het signaal wat ik op de FM hoor en het signaal wat ik op de computer hoor, soms 20 seconden verschillen tussen elkaar. Mm-hmm. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, wat is nou precies DAP Plus? Wat kun je daar meer mee dan met DAP? Digital Audio Broadcasting. Ja. Want jij luistert nog gewoon via de ouderwetse FM? Ik luister zowel via de FM als via de computer. En ik heb nu ook zo'n DAP-radio. Ik weet niet of ik het merk mag noemen. Ik hoorde zo net al een paar mensen merken noemen. Maar dit is dan één waar je een stickje in kunt stoppen. En dat stickje dat wordt me nog opgestuurd. Want ik heb die radio van iemand overgekocht. Hmm. En hij kon dat stickje niet zo gauw vinden. Dit gaat om de Terratech Noxon Journaline DAP radio. Het merk doet op zich niet zo ter zake. Jij wil gewoon weten. Het probleem is dat ik blind ben en als ik dat stickje erin heb, eenmaal, dan kan ik horen wat voor zender die aangeeft. Ah, oké. Ze zijn zo knap tegenwoordig. Nou, dit ding bestond al in 2013, dus. En ik kon hem toevallig tweedehands van een kennis van me overnemen. Ja, leuk. Dus vorige week toen ik toch in Haarlem bij mijn broer was, heb ik dat ding opgehaald. Ja. Maar ik kon dat stickje er niet zo gauw bij vinden. Dus die gaat hij per post opsturen. Oké. Maar jouw vraag ging over DAB Plus en DAB en wat het verschil is. Wat is daar het verschil tussen? Ja, helemaal duidelijk. Meer mee of zo. Ja. Ja. Nou, er zijn heel wat radiofielen die luisteren in dit programma. Veel radio. Ja, nerds, kan ik ook wel zeggen. Dat is positief bedoeld. Dus ik denk dat daar nog wel een... Nou, kijk aan. Nou, daar komt vast een antwoord op. En ik hoop ook een leuke antwoord. Ja, okay. Nou, ik wacht het af. Wolter, dank voor het bellen. Prima. Jij ook bedankt, Ron. Oké, fijne nacht. Dag. Dag, Wolter. Hallo. Dag. 0800-1121. Nachtzuster, daar luister je naar op NPO Radio 1. En we gaan nog tot 6 uur door met vragen en antwoorden. En de volgende vraag die gesteld wordt is van Dave. Goedenacht, Ron, met Dave. Dag Dave. Hoi.
Je hebt een hele hoop vragen volgens mij nog openstaan. Zeker, ja. Ik ga zo meteen nog wel even een opsomming doen. Ja, ja. Ik heb een... mijn vraag is reactie, zal ik zeggen. Van die mevrouw met de verkeerssituatie, zal ik maar zeggen, in en om haar huis. En mijn vraag is... ik ben voorheen... moeilijk om te zeggen, tenminste ik ben het nog steeds, maar ik kan het niet uitvoeren. Zelfstandig timmerman geweest. Mm. En ik heb een keer een situatie, zelfs bij mijn eigen huis voor de deur gehad, was ik mijn huis aan het verbouwen. En aan de ene kant van de straat had ik een schaftketen staan en aan de andere kant had ik een de vuilcontainer staan. En nou is mijn vraag, wat is de officiële afstand die je tussen de schaftketen en de vuilcontainer, de doorloop, zal ik maar zeggen, van de straat verplicht moet laten. Ja, je hebt een je zegt, je hebt het over een schaftketen en daar verderop staat een container. En voor, om de doorgang te zorgen dat de verkeersdeelnemers de doorgang moeten kunnen hebben, moet daar een bepaalde afstand voor zijn. En jij wil weten, wat is dan de afstand? Ja, want er waren buren die vonden dat natuurlijk veel te smal en die vonden dat veel te moeilijk om de tussendoor te rijden. En ja, hoe breed moet je de straat? Hoe moet je de straat? Hoe heet het? De vuilniswagen, die kon er nog gewoon doorheen, hoor. Er kon gewoon de vrachtwagen nog doorheen. Maar je had er problemen mee, dus? Ik had er toen problemen mee. En gevalletje. Zo'n boa, die was toen opgebeld en die kwam mij vertellen dat het veel te smal was en dat ik dat moest verplaatsen en zo. Maar dat maakt niet uit. Het gaat mij erom van, die vraag die zit me dus eigenlijk al 10 jaar dwars. Oh. Hoeveel meter moet je dan tussen het ene object en het andere object verplicht? Maar dat even voor de duidelijkheid, hè? Want die straat die er dan is, er rijden daar alleen auto's voorbij? Of is het een stoep? Of is het een fietspad? Wat voor weg zit daartussen? Nee, gewoon een normale straat. Ja. Geasfalteerd of met stuim met, ja goed. Nee, gewoon. Balderikstraat. Oké. Okay. Ik heb een beetje een beeld. Dave, we zetten hem erbij en hij sluit ook goed aan op de vraag van Trace. Die wilde weten, die hulpdiensten, hoe breed moet daar dan de toegang zijn om te zorgen dat iedereen, dat de hulpdiensten goed bij mijn voordeur kunnen. Dus deze sluit er goed bij aan en we gaan kijken of er een antwoord komt, ja. Dave. Ja, is 2,75 meter of 3,50 meter of zo? Kon er een auto langs of... Het is gewoon om de hulpdiensten door te laten gaan en zo. Maar kon er bij jou een auto tussen de keten en die container door? Ja, de vuilniswagen die kon er gewoon tussen. Oh, oké. Okay. Nou, dat zal het toch wel goed zijn, toch? Nou, we gaan kijken of daar wetten voor zijn. Dank voor het bellen, Dave. Oké, dankjewel. Dankjewel. Volgende keer. Bye. Hoi. Ik ga zo meteen nog even een overzichtje doen van de vragen die openstaan. Want hij zegt terecht, er staan er nog een aantal open. Maar bel gewoon alvast het nummer 0800-1121. Matt Bianco, Dancing in the Street. Je luistert naar Nachtzuster. Je kent het concept inmiddels vast wel. Jij stelt de vraag en je wacht rustig af of er een antwoord komt. Of je belt zelf met een antwoord op een vraag die hoort voorbij komen in dit programma. En dat mag echt overal overgaan. Ik zeg het al, zo'n vraag kan op de raarste momenten in de week in je hoofd zitten. En dan zeg ik, hou hem even vast tot de nacht van donderdag op vrijdag. Dan is Nachtzuster er op NPO Radio 1 en dan kun je de vraag stellen. Ja, je kunt natuurlijk ook via andere wegen een antwoord zoeken. Maar via Nachtzuster is het juist leuk, omdat je dan met andere mensen erover kunt praten. We gaan naar Ton. Goeienacht, met Ton uit Rotterdam. Dag Ton, ja, een hoop vragen komen er voorbij. Heb jij een nieuwe vraag of heb je een antwoord? Ik had een andere vraag. Kom erop.
mensen die zijn links of rechtshandig, hè, of voetig. Hmm. Links of rechtvoetig. Is dat bij dieren ook zo? Dieren, ja. En hoe kunnen we dat dan, als dat zo is, kunnen we dat dan ergens op een bepaalde manier zien? Ja, dat... Kijk, je ziet wel zo'n zat, die staat met zijn rechte poten. Als je ergens naar slaat, weet je wel. Hmm. Maar ja, dieren allebei rechts- en linkshandig, of voetpoten dan. ik ben rechts. Ik loop het voetbal, dan schiet ik rechts. Ik gebeurde bij rechterhand, ik teken rechts. Ik bedoel, op de andere links. Maar is het dan met dieren ook zo? Heb je een vermoeden wat het antwoord is, Tom? Nee. Ik heb het al een paar keer gepraat op een ander programma ook. Maar ja, ze kunnen zeggen, maar het is allebei. Ja, nou, ik ga er wel vanuit dat ze niet allemaal hetzelfde zijn als het al zo is. Hè? Als er al een rechtsvoetig of linksvoetig dier is. Ja, maar dan heb ik nog één vraag. Ja. Mag dat? Van mij wel, een rondje van mij. Ja, het gaat over, laat maar zeggen, alles om een eind, hè? Hmm. Dus zeggen ze het altijd, aan alles komt een eind. Aan alles komt een eind, ja. Ja, hoe doe je dat met het heelal? Of er een eind komt of er een einde is aan het heelal, dat wil je weten. Ja, dat wil ik weten. Ik bedoel, alles komt een eind. Als je gewoon omhoog blijft gaan, een miljoen kilometer of een miljard kilometer, dan moet je toch een keer tegen ergens al gaan stoten. Hm. Dus je snapt wat ik bedoel. Ik snap je vraag helemaal. Ik vind het ook een hele goede vraag. Het is een hele simpele vraag, maar dat zijn vaak de beste vragen, toch? Waarover ze niet een heel makkelijke antwoord op te vinden is. Ja, maar ze zeggen het altijd, alles om een eind. Ja, absoluut. Ja, aan dit telefoongesprek ook, Ton. Maar ik ben wel blij dat je gebeld hebt en twee goede vragen in hebt gebracht. Want we gaan kijken of daar antwoorden op komen. Ik ga verder luisteren. Ik luister tot 7 uur, dus dan weet je het. Oh, kijk, hartstikke goed. Hey, dank je wel voor het aannemen. En dank voor het bellen, Ton. Blijf luisteren dus, hey, tot 6 uur. Okay. Hartstikke goed. Dag, Ton. Hoi. Kijk, ja, zijn dieren links of rechts potig? En zit er een einde aan het heelal? Nou, dat zijn toch ook weer twee goede vragen. 0800-1121. Of ja, er zijn ook andere manieren om ons te bereiken. Een appje via de gratis NPO Radio 1-app. Of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Mario die heeft in ieder geval gebeld. Dag Mario. Ja, ben nog aan de lijn. Dag Mario. En ik hoor u spreken met andere mensen. Dus ik weet niet goed of je tegen mij bezig bent of tegen iemand anders. Maar... Ik hoor je luid en duidelijk in ieder geval, Mario. Is goed. Je moet even de radio uitzetten, Mario. Even de radio uit, anders horen de luisteraars mij weer dubbel. En dat is allemaal niet goed. Begrijp ik. Even het geluid uit. Is dat stil, maar niet stil genoeg duidelijk. Voilà. Nee. Zo? Ja, prima. Vertel, wat kan ik voor je doen? Wel, ik wil een antwoord geven op de vraag van gewonden. Van mensen benen afhakken en armen afhakken. Oh, ja. Dat is 1. En 2 heb ik nog een antwoord in verband met die wagens die verscheept worden naar Afrika. Nou, zullen we daarmee beginnen? Zoals gewild. Vertel. Vertel ik het tegen u? U mag het tegen mij vertellen, zeker. Ja, even de vraag nog in herinnering. Jeroen die belde met de vraag van... hier in Nederland moeten wij allemaal omwille van de milieuregels... de auto's zo schoon mogelijk houden. Of Ik heb het begrepen. En het is heel juist, meneer. Ik ben een chauffeur geweest... en ben veel in de haven van Antwerpen geweest. Daar worden schepen volgeladen met auto's uit heel Europa. Hmm. Die hier afgedankt zijn en naar daar vervoerd worden. Zoals ook mijn ijskasten met al wat hier niet meer mag. Ja? Hmm. En dat gaat naar Ginter. Dus op wereldniveau brengt dat allemaal niks op. Is dat 1-1-1-1-1, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat weet ik niet hoe je het wil zeggen. 1, ja, god. Denk maar even rustig naar. We zitten dus midden in de nacht, we hebben alle tijd hier op de zender. Is dat
één pot nat. Een hypocriete gedoe. Ah, okay. Ja? Ja. En de kans is groot dat we binnen 50 jaar dat Afrika zijn oude wagens naar Europa stuurt, als we zo verder doen. Oh, ja? Oké. Okay. Dat is één. Twee, mijn antwoord op de vraag van gewonden maken. Mm-hmm. Ja? Ja, vertel Mario. Dat was in Sierra Leone en ik dacht in Liberia, een oorlog tussen die twee landen. Wel, het is een oude truc, meneer, in het militaire gebeuren, dat je beter gewonden maakt dan doden. Mm-hmm. Met doden kunnen niks meer doen, met gewonden moeten oplappen, moeten verzorgen, moeten we er veel werk aan. Mm-hmm. Ja? Ja, klinkt logisch. En daarom maken ze liever gewonden dan dat ze mensen doden. Dat is mijn antwoord. Oké, dus waar we het over hadden, dat er in wat voor strijd dan ook, dat er armen en benen worden afgehakt, dan over gans de wereld, meneer. Ja, maar dan is het niet altijd de bedoeling om die personen ook dood te maken. Juist niet, zeg jij. Nee. Het is veel beter van ze gewond te maken. Ja. Dan heeft de vijand er veel meer werk aan om die mensen op te lappen en te vervoeren en te genezen en te verzorgen, dan dat ze doden. Dat is mijn antwoord. Dat is het antwoord. Mario, dat gebeurde in Vietnam en dat gebeurt in Syrië en dat gebeurt overal waar oorlog is. Ja. Beter gewonden maken dan doden. Het is, het is helaas zo. En Mario, ik dank je voor het bellen. Ja? Oké. Dank en een fijne nacht. Dag. Dat is Mario. Mijn antwoord. Dank u wel. Ja. Dat was Mario. En die heeft gebeld naar 0800-1121. Heb je er nog een antwoord verder? Of heb je er zelf nog wat over te zeggen? Want Jan, zijn vraag was eigenlijk ook van ja, is het nou eigenlijk ook... Als die armen en benen worden afgehakt, is die bloeding dan makkelijk te stoppen? Misschien zijn er nog andere mensen die daar een aanvulling op willen geven. Dat mag altijd natuurlijk. Gerrit dan. Gerrit heeft ook gebeld. Ja. Mijn dochter die laat een huis bouwen in Almere. Mm-hmm. En haar nieuwe buren zeggen van... wij willen als erfafscheiding een beukenhaag neerzetten. Mm-hmm. Maar beuken zijn bomen. En ik heb ooit wel eens gehoord van de rijdende rechter dat bomen op 1,5 meter van de erfgrens moeten staan. Oh, is dat zo? Weer wat geleerd. Dat weet ik niet. Ja, die uitzending heb ik dan even gemist. Maar 1,5 meter ja. Van de... Oké, ja. Maar de vraag is, wat moet je daartegen doen? Als die buren toch beuken neerzetten op je erfgrens, kan je daar zelf een schutting tegen aanzetten? Ja, in ieder geval de rijdende rechter bellen. Dat kun je altijd doen natuurlijk. Ja, ja. Of een lokale intermediair of zo. Maar het is een goede vraag inderdaad. Wat het belemmert de boom het uitzicht? Of is het onpraktisch? Of wat is precies dan nee, de reden? Nee, ik heb zelf beuken in mijn tuin staan. Ja. En die worden gigantisch groot. Die worden 30 meter hoog. Ah. En takken gaan alle kanten op. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, dan moet je op jouw tuin maar die takken afknippen. Maar ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, nou, dit lijkt me ook weer typisch een gevalletje voor Ruben. Ik weet niet of je ons programma een beetje kent, maar altijd in. We hebben dan een vaste luisteraar die alles weet over juridische dingen. Die horen we straks ook weer waarschijnlijk. Maar nogmaals, ja, iedereen mag hier natuurlijk op reageren. Dus niet alleen Ruben, iedereen mag erop bellen. En volgens mij is dit een kolfje naar zijn hand. Okay. Ik vind een goede vraag in ieder geval, Gerrit. Oké, dankjewel. Ja, dank jij voor het bellen. En 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Mag bekend zijn in ieder geval. Dankjewel voor het bellen, Gerrit. Oké. Okay. Dag. Dag Jan. Hallo, goedenavond. Hallo. Dag broeder. Het heelal, dat is tot nu toe oneindig, want ze zijn niet zo ver gekomen dat er een eind aan is gekomen. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat einde er überhaupt uit zou kunnen zien. Is dat dan een muur waar je tegenaan botst? Dat lijkt me wel heel raar allemaal. Ze gaan ervan uit dat er geen einde aan is. Ja.
Dat denk ik ook. En dat is wel een beetje moeilijk te begrijpen, maar dat is eigenlijk gewoon zo. Want zo, ze kunnen niet zo ver komen dan. Dat is één. Ik heb ook de Beukenhaag. Je hebt Beukenhagen en je hebt Beukenbomen. Ja. Beukenhaag, die kan je gewoon knippen zoals een buxushaag. En klein houden en smal houden zoals je zelf wil. Dus dat hoeft geen boom te worden. En als het nu echt om een beuk gaat, de boomvariant? Ja, als ze echt een beuk gaan planten, dan wordt die groot. Ja. Maar als de buren een beukenhaag, want bij ons in de buurt zijn ook veel beukenhagen, die zijn gewoon iets van 50, 60 centimeter in doorsnee en een meter hoog. Ja, nou, ik kreeg de indruk dat bij Gerrit het vooral echt om die bomen ging. Echt die behoorlijk tot last kunnen zijn als ze een beetje uitgroeien. Ja, maar hij zei de buren willen een beukenhaag gaan zetten. Ja. En daar is het verschil tussen een beukenhaag ja. en een beukenbom. Dat heb je heel scherp gehoord inderdaad. Ja, nou ja, het gaat om overlast. Dus ik ga er vooralsnog vanuit dat het gewoon de beuken zijn. Maar een beukenhaag inderdaad, wat jij zegt, dat geeft minder overlast. Ik heb nog een vraag. Zeker, dat mag. Ik heb een ongezond gekocht onderweg. Een zak chips bij een tankstation. En de chips van dezelfde merken in de supermarkten, die lijken mij veel minder gekruist dan bij een tankstation. Minder gekruid, zeg je dat? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat het waarschijnlijk te maken heeft met het financiële plaatje en het... Ja, uitknijperij van de grote supermarkten naar de leveranciers. Ik denk dat dat ermee te maken heeft, maar ik zou het wel willen weten. En dan gaat het echt om het exact hetzelfde merk, maar in de supermarkt is het volgens jou een ander product dan dat je het bij een pompstation koopt? Exact hetzelfde merk, exact hetzelfde verpakking, dezelfde chips. Alleen is bij een pompstation is het meer gekruist dan in de supermarkt. Ik denk dat het te maken heeft met de grote afzet van de supermarkten en de prijs die de supermarkt wil betalen. Dus ik zou graag willen weten of daar ook echt verschil in zit. Nou, het was mij nog niet opgevallen, maar als het zo is, dan hebben we hier een primeurtje te pakken, denk ik. Ik sluit het niet uit. Het zou zomaar kunnen dat er hier zo meteen iemand belt die zegt, ja, inderdaad, daar heeft Jan een punt. Oké. Okay. Oké, nou, dat was het, Jan. Nou, ja, fijn. En dank dat we weer een kruisje hebben kunnen zetten, ook bij een vraag. En blijf luisteren. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Dag, Jan. 0800-1121 of een appje naar de NPO Radio 1-app. En iemand die in ieder geval gebeld heeft is Jeroen. Jeroen. Hey, goedenavond weer met Jeroen. Die andere man die heeft al heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar als je een haag beukt. Ja, je hebt zelfs twee soorten beuken. Je hebt de Capinus betulus en je hebt de Vagus sylvatica. Uiteraard. De ene, dat is dan de haagbeuk. En de andere is de gewone beuk. Maar die kun je alle twee gewoon als haag gebruiken. Als die mensen gewoon de haag gewoon. Gewoon iedere tijd, gewoon de juiste tijd, de frequentie gewoon snoeit, dan is er helemaal niets aan de hand. Dan nee. kan het ook nooit een boom worden. Ja, dus in ieder geval bij... Het is onmogelijk als jij dat iedere keer, twee keer per jaar snoeit. Nou, dan krijgt die, dan wordt het nooit een boom, dan blijft het altijd een haag. Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, sommige buren zijn heel laks, dus je zult maar net buren hebben die dan die haag niet gaan knippen. Nee, maar goed, daar hebt u dan de rechter weer voor. Dus ja, maar goed, daar is toen ook een uitspraak over geweest. Ja. Als het een boom is, dan geldt die regel van zoveel meter uit de grens. Mensen, Den Haag, geldt die regel niet. Oké. Nou, dan... Want ik heb toevallig dat programma gezien. Is Den Haag, dan mag die op de grens. Is het een boom, dan geldt die regel. Maar voor haar geldt dat niet. Oké. Nou, dat is wel echt een enorme nuanceverschilletje. Ja. Nou, dat zetten we er weer even bij. Ja, want anders kun je de buxus ook. Anders kun je de haag, de buxus of de. Weet die andere nou? Al die andere haag kun je dan ook niet op de grens zetten. Nee. Ja, nou, wat je zegt inderdaad. Jouw voorganger Jan heeft al wat gras voor je voeten weggemaaid. Maar als we het van twee kanten bevestigd horen, dan moet het wel zo zijn, toch?
Dat denk ik wel, ja. En de rechter heeft dat toen de tijd zelf... dus als je dat ergens op te intypen op Google... dan zul je dat zeker terugvinden. Ja, nou, we googlen niet bij dit programma. We vragen altijd mensen om te bellen. En dat heb jij gedaan. En dat is heel goed. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Dank je voor het bellen, Jeroen. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Veel succes met het programma. Dat heb ik toen net niet gedaan, maar... Dat doe ik dan nu nog even. Oh, oké, okay. Nee, dan is het goed dat je het nu wel gedaan hebt. Ja, daar wacht ik eigenlijk inderdaad nog op. Okay. Jeroen, dag. 0800-1121. Ik noem het nummer weer. Niet om je te vermoeien, maar jij moet gewoon bellen. Dat beslis ik bij deze. 0800-1121. Harry heeft mijn advies opgevolgd en is inderdaad gaan bellen. Harry. Goeiendag. U spreekt met Harry van Kolenburg uit Oorschot. Harry, vertel. Noord-Brabant. En u had een vraag van de sukkel. Ja, wat was het ook alweer? Op de sukkel, dan wil zeggen, het gaat niet goed. Ah, ja, ik vermoedde al een beetje en zoiets. En in Brabant zeggen ze, die is aan het tobben. Die is aan het sukkelen, zeggen ze er ook wel eens? Nou, ja, ook dat. Maar ja. Hier in Brabant, als ik nou iemand tegenkom die ik ken, ik loop dan met een wandelstok of met een kruk... Dan zeggen, ben je aan de top? Hm. Want het gaat niet goed. En hetzelfde als met sukkel in België. Ah, oké. Okay. Nee, daar zit ik zo maar 30 kilometer vanaf. Dus ik kom er dikwijls en ik weet dat nog wel. Ah, oké. En op de sukkel geraakt, dat is ook wel iets wat jij wel eens hoort in de buurt. Ja, ik hoorde altijd op de Belgen hier. En op de sukkel, dat wil gewoon zeggen, het gaat niet goed. Ze zijn toppen. Ja, ja. Zijn er nog meer van die Brabantse uitdrukkingen waarvan je denkt, nou, die mensen boven de rivieren, die weten niet wat het betekent? Dingen die voor jullie heel normaal zijn? Ja. Weet je er nog een paar? Ik weet, in een haam, weet je waar dat is? In een haam? In haam. Haam, ja. In haam. H-A-A-M. Nee, vertel. Dat is een park. Daar om ze in de nek zit, waar de voerman en touw aan zitten. Ja. En hebben de achterbroek. Die hakt onder de staart aan het paard voor het terug uitzetten. Achterbroek, oké. Okay. Ja, en de buddies. Dat zijn de zijschotten van een kar. De buddies, oké. Okay. Of waar het paard in staat, de buddies. De buddies noemen ze daar hier. Ah, oké. Okay. Nou, dat hebben we toch weer dat wat... Dat zijn allemaal van die platte uitdrukkingen. Ja. En er zijn nooit mensen die het niet begrijpen, nou ja... Nee, maar het is mooi dat dit soort regionale woorden, dat die af en toe weer eens even voorbij komen. Ook op een... Ik noem maar een simpele, een hark. Ja. Dat is een griezel. Dat noemen ze hier een griezel. Ja. Een griezel, ja. Die heb ik al eens gehoord, volgens mij. Ja. En een schoefel. En zo allemaal van die dingen, hè? Ja, maar het is wat ik wilde zeggen. Volgens mij is het goed dat we dit soort woorden ook eens een keer hier op een landelijke zender laten horen. Want regionale taal is leuk om ook eens dat je daar eens kennis van neemt. Dus ook in Groningen en Friesland dat ze die woorden eens een keer horen. Ja, maar ik ben ras echt een Brabander, dus ik weet precies hoe het hier allemaal zit. Ik hoor het niet, Harry. Het is niet te horen. Ja, dan moet ik een beetje netjes zijn natuurlijk. Maar... Ja, maar dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed, Harry. Oké, dank voor het bellen. Ik hoop dat ik u meer van dienst geweest ben. Zeker. We hebben heel wat geleerd de afgelopen minuten. Nou, dan wens ik u en uw mannen nog een prettige nacht. Dank je wel. Dat zal wel lukken. Goeiedag. Goeienacht. We gaan naar Nina. Ja, hallo Ron. Dag Nina. Ik heb een vraag. Ik heb een poosje geleden hoorde ik een item op radio in de nacht over dames die verzamelden dagboeken. En ik heb geen computer of iets dergelijks. Nou had ik een nummer genoteerd, maar dat is op een of andere manier is dat zoek geraakt. Dus wie zou mij kunnen helpen aan een telefoonnummer of eventueel adres erbij van de dames die dus dagboeken verzamelen? Heb je dat op deze zender gehoord, op Radio 1? Ja. En ik meen, als ik me goed herinner, is dat een keer op een zondagavond na Prem geweest. Zondagnacht na Prem, dat is, het programma van de KRO is dat, hè? Van Martijn. Ja, het is al een poos geleden hoor, dat moet ik erbij zeggen. Ja. Maar speelde iedere keer door mijn hoofd. En
Ik ben een dagboekschrijfster en ik vind op een gegeven moment, mijn familie gaat dat niks aan, maar die dames waren daar zo enthousiast over. En ja, dat sprak me ontzettend aan. Maar ik zeg, ik heb, ze hadden een nummer, maar ik heb verder geen computer of iets dergelijks. Dus ik kan dat helemaal niet meer oplepelen. Okay. En om dat nou uit te gaan zoeken op de, in de bibliotheek of iets. Of ik denk, nou, daar is Nachtzuster een mooie gelegenheid voor. Want allicht weet iemand mij dat wel te vertellen. Ja. Maar je weet helemaal geen naam meer van de dames of initiatief? Nee, of, het waren twee dames en ze verzamelden dagboeken. Okay. Maar voor de rest weet ik het niet meer. Nee, en je hebt het waarschijnlijk gehoord in het programma van Martijn Grimius van zondag op maandagnacht. Ja, dat kan hoor. Dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Okay. Maar ik, ja, dat schiet dan weer door je hoofd heen. En ik heb nog wat genoteerd, maar dat is ook weer zoek. Ja. Nou, dat er zijn... is jouw woord, hè? Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dus geen schande. En bij Nachtzuster gaan we dan altijd op zoek. Of de luisteraar gaat op zoek. En er zijn heel wat luisteraars die je niet alleen maar deze nacht luisteren, maar ook andere nachten hier op deze zender. Dus misschien kunnen die ons helpen. En kunnen we die jou helpen, Nina? Ik blijf luisteren. Hartstikke goed. En blijf luisteren dan inderdaad om het antwoord te horen. Of iemand die je helpt. Bedankt voor de gelegenheid en een goede wacht verder. Oké, graag gedaan. Doei doei. Dag Nina. We gaan naar Ria. Van Nina naar Ria. Ja, ben ik. Dag Ria. Hallo. Dag. Je bent in de uitzending. Ik heb twee vragen. Ja. Het gaat eerst over de rolstoelbus. Dat is een rolstoelbus van het ziekenvervoer. Mm-hmm. Ik heb een grote rolstoel en mijn man heeft een scootermobiel. Wij zijn eerst altijd jaren met Munkhof verzorgd naar het ziekenhuis te mogen. Met een grote bus. Mm-hmm. En nu heeft de mensen het overgegeven naar Linse. En Linse weigert hier aan mee te werken. En dat vind ik er heel erg, want dan moeten we... We hebben al een bezwaar gemaakt en nog wijzen ze het af. Terwijl dat we in 2012 al van Munkhof een brief hebben... dat we met z'n tweeën op één bus mogen. Oké, dus... Omdat, ik moet even kijken of ik het goed snap hoor. Maar hebben jullie een andere verzekering? Hallo? Ria? Ja? Zijn jullie overgestapt naar een andere verzekeraar? Nee, we zijn niet overgestapt, maar mensen zijn voor een andere... Zorgverlener? Juist. Ah, en dat... Ingeschakeld. Ja. En nou werkt die andere zorgverlener. Ja. Dat is Linsen. Die werkt hier niet aan mee. En Twee Stromenland heet het ook. Ja, ja. En jullie vragen je af, kan mensen dat zomaar maken? Ja, juist. En, want we hebben een gewone afwijzing gekregen zelfs. Hmm. En al, ja, inderdaad. En je zegt al, we hebben ook bezwaar al gemaakt. Het is Vijf Stromenland, sorry. Vijf Stromenland. Ja. Oké. Okay. En daarbij heb ik nog een vraag. Ja, dat mag. Van die invalide kaarten. Maar ik heb meerdere voorzieningen gehad. Ik ben van de GMD naar de gemeente gegaan. En dat was door, en de gemeente had WVG. Nu komen er allerlei termen waar we wel even moeten weten wat het allemaal betekent. Dus u moet het even goed duidelijk uitleggen. Ja? Van de GMD. Ja. Is het naar de BVG gegaan. En van de BVG is het weer naar de WMO gegaan. Maar ik heb dus in 2007 of 2004 een brief van de gemeente gekregen... dat ik gewoon de voorziening hield die van de BVG. En nou zeggen hun nee. En terwijl het op schrift gesteld is. Nou, het zijn behoorlijke juridische vragen weer. Dus we gaan kijken, misschien wat ik al een paar keer eerder heb gezegd... dat onze vaste juridische luisteraar Ruben er ook wel mee uit de voeten kan. En we gaan kijken vraag. Of we... Excuus, ik onderbreken. Die invalide kaarten, die hebben ze er nog meer geld op gezet. In plaats van ander bericht. Oké. Okay. Ik heb het genoteerd. En daar is mijn Ruben over.
Ja, nou, Ria, uw vragen zijn duidelijk over de rolstoelbus en de invalide kaarten. Ik moet nog wel even zeggen, want we zijn ook een programma van Omroep Max. En bij Omroep Max hebben ze ook een... dit moet ik gewoon weten, want anders krijg ik weer een bedrag erboven. Ja, nee, ik wil u even uitleggen dat we ook zeker via de luisteraars op zoek gaan naar een antwoord. Maar dat er ook bij Omroep Max een bepaalde afdeling is die... bij dit soort zorgvraagstukken dienstverlening kan doen. Dus ik zal zo meteen ook even aan u vertellen dat, hoe dat precies kan. Maar we gaan nu op zoek in het programma naar een antwoord, hoop ik. Ja, zeker. Okay. En ik wil het van Ruben Neus wel horen hierover ook. Is goed. Heel graag. Okay. Heel hartelijke dank. Ria, dank voor het bellen. Dank u wel. Dag. 0800-1121. Als je deze vraag kunt beantwoorden. En anders zijn er nog wat andere wegen. Ik zal het zo meteen nog eventjes noemen. We gaan even naar muziek. Cyndi Lauper met True Colors op NPO Radio 1 bij Nachtzuster. Bob, goeienacht. Ja, goeienacht Bob. Don. Ik heb twee korte vragen. Mag dat? Tuurlijk. Ja. Mijn eerste vraag is, waarom komt de maan eigenlijk nooit in het noorden op? Waarom komt de maan niet in het noorden op? Waarom komt die nooit in het noorden op? Ja, nee, ik versta je. Want het is altijd in het oosten, ja. Of in het zuiden, of in het westen. Maar nooit in het noorden. Nooit in het noorden. Oké, nou... Ik weet niet of je dat opgevallen is, of je wel eens op de sterren let. Ik kijk wel eens naar de maan en de sterren, maar het is niet meer niet, dit is me niet opgevallen. Weet je waar Mars staat dan? Nee, vertel het me. Die staat in het zuiden. Ah. Die is momenteel heel goed te zien. Even kijken. Maar mijn volgende vraag is van, ik vraag me wel eens af. Vroeger was er een goede programma over Super Clean Dream Machine, gepresenteerd door Art Visser. Zal dat nooit ooit terug kunnen komen? Art Visser, ja. Want nou, jij bent radio recensent of coördinator. Nou. Dus jij zou misschien een balletje kunnen opgooien. Nou, recensent. Ik zeg wel eens al wat over radio en televisie op Radio 1. Maar ik ga natuurlijk niet over wie hier een programma krijgen of zo. Maar er wordt nooit in jullie vergaderingen vergaderd over eventuele nieuwe programma's die straks in januari weer worden ingevoerd. daar ben ik niet bij betrokken, nee. Dat wordt op een heel hoog niveau wordt dat altijd besloten door de omroepen. Welke programma's er blijven en welke verdwijnen en welke verplaatst worden. Daar kan ik je... een hoop over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Maar jij zou graag willen dat Ad Visser terugkwam. Ja, graag. Met de Super Clean Dream Machine. Dat was een heel goed programma. Er werden altijd LP's gedraaid van nieuwe LP's die uitgekomen zijn. Hmm. Of andere LP's. Maar in ieder geval nog van de muziek van de jaren 70, 80. Ja. Nou ja, het zou misschien iets zijn voor Radio 5 of zo, waar dat soort muziek nog steeds heel veel gedraaid wordt. Oh, dus je distancieert je een beetje vanaf. Nee, helemaal niet. Nee, sterker nog, ik vind NPO Radio 5 een hartstikke goede zender. Maar ik zit even met je mee te denken. Nou, Ad Visser, volgens mij worden heel veel mensen er gelukkig van als die weer terugkomt op de radio. Dus dat is het probleem volgens mij niet. Maar jij bent toch zender, coördinator? Nee, helemaal niet. Nee, joh, nee? Kom je daarbij? Nee, joh, ik stel niks voor. Heb je geen enkele vinger in de pap? nee, maar ik kan even wel een briefje in de bus gooien bij de man die er wel over gaat om te zeggen, Ad Visser, moeten we die niet weer eens uitnodigen voor een programma? Dat kan ik wel doen voor je. Graag. Ja, nou, ja. Weet je, ga ik dat... ik loop zo meteen voordat ik naar huis ga even langs het kantoor hier om de hoek en dan gooi ik iets naar binnen. Ja, dankjewel hoor. Oké, en we zetten je vraag erbij, hè, over de maan. Over de maan erbij? Ja. Oké. Bob, dankjewel. Dag, of de moon. Dankjewel, dag Bob. Dag. Ja, heb je een antwoord op zijn vragen over de maan? 0800-1121. Of een appje naar de NPO Radio 1 app. We zijn van alle markten thuis. Nelly, goeienacht. Goeienacht. Ik luister vaak naar jullie en ik vind het ook een heel mooi programma. Daarom wil ik eventjes reageren. Ik ben even naar beneden gegaan, maar mijn man slaapt. Maar ik wil eventjes vertellen dat 50 jaar geleden... heb ik mijn man leren kennen. Hm. Ongeveer 49 jaar. En we zijn nu... Al die jaren bij elkaar gebleven, want we hebben verkering op de werkvloer gekregen en we hebben een jaar samen op dezelfde afdeling gewerkt in de verpleging. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En omdat ik hem ook erg
goed vond met patiënten, had ik dus al wat jaren van hem gekregen. En later werden we verliefd. Mm-hmm. En we hebben dus een jaarverkering gehad. En dan kregen we via de directeur van het bedrijf, of van het bedrijf in ieder geval, van de instelling, aangeboden om een huis te kopen. En dus dan zijn we binnen een jaar weer samen getrouwd. En daar zijn we nu over 2 jaar zijn we 50 jaar getrouwd. Dus, en ik ben wel een tijdje uit de verzorging geweest, omdat we toen per se 40 jaar moesten werken. 40 uur moesten werken in de week. En dat ging dus niet. Mm. Want we kregen kinderen, 3 kinderen. Maar ik werd weer teruggevraagd op hetzelfde instituut om te komen werken. Mijn man werkte nog steeds. Dus toen ben ik weer 15 jaar samen met mijn man daar gaan werken. Dus ik heb alleen maar positieve gevoelens erover. Een hele warme, en ook een heel warm gevoel. Ja, nooit een probleem. Nooit, sorry dat ik je onderbreek, maar... Nee, maar we deden ook niet flirten of gewoon, we deden gewoon ons werk. En iedereen wist dat we verkering hadden. En we deden ook niks verkeerd. Ik bedoel, je gaat niet zitten vrij onder je werk. Ik bedoel, ja, misschien doen ze dat tegenwoordig wel, dat weet ik niet. Het is al zo lang geleden. Maar in ieder geval, dus had ik geen enkele reden om daar moeilijk over te doen. En nee. Er waren wel meer mensen die verkering hadden. Ja. En het ging allemaal heel gewoon. En dat was toch 50 jaar geleden. Dus het is echt niet van deze tijd. Ja, nou, het is van alle tijden. Dus, ja, bedoel ik van alle tijden. Maar bedoel, waarom zouden ze nou dan op tegen zijn? Als je je werk goed doet en als je goed bent voor elkaar, voor de collega's en voor elkaar. Ja. Dus er zou toch helemaal geen reden zijn om het niet goed te vinden. Want juist, je bent gelukkig en je straalt er alleen maar goed uit. Nelly, als alles goed is tenminste. Nelly, ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij, als je er als werknemer gewoon professioneel mee omgaat, dan moet het volgens mij geen probleem zijn. Maar sommige bazen, sommige leidinggevenden, die zien daar toch vaak een probleem in. En soms kan het natuurlijk wel ook wat een probleem opleveren, toch? Een liefde op de werkvloer. Ja, maar in welk opzicht dan? Want nou, je hoeft toch... Ja. Jij zegt van, ja, wij gaan er heel professioneel mee om. Maar ja, iedereen is anders natuurlijk. Dus je zult ook mensen hebben die er misschien minder professioneel mee omgaan. Ja, maar daar kunnen ze op aangesproken worden. Ja. Als iemand in een lindenkast of ergens gaat staan, dan denk ik ook, dat kun je niet maken. Je werk is je werk. En buiten je werk kun je doen wat je denkt dat je moet doen. Ja. Dus ik vind het helemaal... dat het niet zou kunnen. Ik bedoel, ik ben tenslotte ook nog jaren in de nachtdienst geweest. Dan werkte mijn man ook overdag en ik s'nachts. Maar we hebben ook heel veel samengewerkt. En dat hij, omdat hij een man was, mocht hij bij de mannen katheters inbrengen. En dan kwam hij ook vaak op onze afdeling, omdat de vrouwen wel bij de vrouwen katheters in mocht brengen. En niet bij de mannen. Dat was ook weer een hele aparte richting. Dat is ook al lang verleden tijd. Maar op die manier leerde ik mijn man ook veel beter kennen. Dat ik denk van, oh, weet je wel, de goedheid en de liefde stralen er vanaf. Dus ja, ook mooi. Van het werk. En ik hield ook van haar werk. En we hielden van elkaar, dus we weten nog meer. Ja. Wat een mooi verhaal in ieder geval. En dat het, zo'n mooi en gelukkig huwelijk is. Ja, dat vond ik zelf ook een maatje door te geven. Vind ik ook. Mooi dat je even belde, Nelly. Dank voor je verhaal. Oké, graag gedaan. Dag. Ja, dag. Mooi altijd die verhalen over de liefde en hoe mooi dat dan kan zijn. En nou, misschien heb je ook wel je man of je vrouw ontmoet op de werkvloer. Hoe ging jouw baas daarmee om? Ik bedoel, de vraag is nu afgeketst of afgetekend, moet ik eigenlijk zeggen. Maar als je er een mooi verhaal over hebt, dan mag je nog steeds bellen met 0800-1121. Want dat soort verhalen vind ik altijd fantastisch om te horen. We gaan naar Gerard. Goedemorgen. Dag Gerard, goeienacht. Brandlos. DAP+ is een verdere uitontwikkeling van de DAP-standaard. Gerard, even goed je toestel houden, want we horen heel weinig van je. Of even de speaker van je af misschien. Zorg even dat je goed verstaanbaar bent. Ja, kijk, nu ben je zo volgens beter. Mij... Ja, dit klinkt al een stuk beter. Ja, je wilde vertellen over DAB+ en DAB. Ja, de vraag was wat het verschil is. Uh-huh. Dat heb ik begrepen. Nou, DAB+ is een verdere ontwikkeling van de DAB-standaard. Ik kan je voorstellen dat als je zo'n standaard een aantal jaar hebt, dat je wat verbeteringen kunt uitvoeren. Er zijn 2 belangrijke verbeteringen. De audiocodering is meer efficiënt geworden.
Waardoor er dus meer stations in zo'n netwerk kunnen worden uitgezonden. En een andere verbetering is dat het beter bestand is tegen storing. Waardoor het dus het minder vaak voorkomt dat je of het geluid helemaal verliest... of dat je van die rare fluittoontjes hoort die je met DHB destijds wel kon krijgen. Hmm. En dat zijn de twee belangrijke grote verschillen eigenlijk. Luister jij... Je kan dus wel met een DHB plus ontvanger een DHB ontvanger... maar niet met een DHB ontvanger DHB plus. Want die heeft die nieuwe codering niet. Oké, okay. Luister jij radio via DHB of DHB plus? Ben je er tevreden mee? Ik heb sinds kort dat ook in mijn auto. En dat, het signaal valt nog wel eens een keer weg bij mij, moet ik zeggen. Ja, dat ligt aan de netwerken. En vooral, je moet een goede antenne hebben. Ja, maar het is nog niet... ik bedoel, als het werkt, werkt het hartstikke goed. Maar het werkt ook wel eens een keer niet natuurlijk. Ja, dat is hetzelfde probleem wat je met digitalisering hebt. Van bijvoorbeeld wat de hulpdiensten hadden met hun digitale portofoons. Het werkt of het werkt niet. En bij analoge radio, zoals op FM, dan gaat het, dat heet gradueel verminderen, zeg maar. Hmm. Dan hoor je meer ruis en dan kan je het gesprek nog wel blijven horen. Maar ja, in mindere kwaliteit. Ja, en dan kun je even de antenne bijstellen of wat dan ook. Of kun je even zorgen dat het weer iets beter gaat. Ja, maar dan blijf je nog vaker ruis horen. Maar ja, het menselijk hoor kan gewoon goed invullen wat je dan in feite mist. Hmm. En bij DHB krijg je gewoon wel of geen geluid. Ja, met de CD, zeg maar. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Tot slot, wat denk jij? Want de radio gaat alle kanten op. Hè. De FM hebben we. We hebben nu internet, DHB. Wat denk je? Wat wordt de manier hoe we in de toekomst gaan luisteren naar de radio? Heb je daar enig idee van? Jij als radiokenner? Ik denk op vele manieren. Allerlei manieren. Voor een huis, het is juist een combinatie die heel interessant is. Hè. Je kunt dus met DHB heb je gewoon een robuust omroepnetwerk. En dat is op zich heel efficiënt. Maar daarnaast kun je via internet dan extra informatie meekrijgen. Dat heet hybride radio. Bijvoorbeeld in huis kun je ook internetradio luisteren. Ja. Maar DHB is bijvoorbeeld voor mobiel... Heel goed en heel efficiënt. Er is recent een test gedaan in het Verenigd Koninkrijk... waar ze het meest moderne telefonienetwerk hebben gebruikt... om te kijken of je dan op de snelweg via telefonieradio zou kunnen luisteren. En daaruit blijkt dat dat toch wel zoveel capaciteit vraagt. En bovendien daar heb je het probleem dat mensen vooral video willen kijken via internet... En daar verdwijnt als het ware de radio tussen alle videostromen. En de capaciteit is onvoldoende om dat allemaal te ondersteunen. Hm. En dan heb je toch met een omroepnetwerk, zeker ook in tijden van, als bijvoorbeeld de telefonie uitvalt, heb je dan toch nog een goed netwerk wat je nodig hebt ook juist in nood. Ja. Gerard, dankjewel voor je toelichting. We weten weer alles over DHB Plus en DHB. Dank je wel. Dank je wel. Blijf bellen naar 0800-1121. We kunnen wel weer wat nieuwe vragen gebruiken. Ook antwoorden op vragen die nog openstaan. Maar eerst even dit nummer dat je misschien kent uit de reclame voor DHB Plus. Van Olivia Newton-John. Sibon, goeienacht. Ja, goedemorgen. Over de ziekenhuisvervoer, die vraag was er niet beantwoord, hè? Nee, klopt. Het was een vraag van Ria. Dat weet ik toevallig wel. Dat is met elke taxivervoerder zo, van het contactvervoer. Dat gaat gewoon in één pot. En dan kunnen taxis en bedrijven een pot op doen van dan... De goedkoopste krijgt het. Oké, dus het gaat gewoon om geld en het beste bod krijgt gewoon de opdracht. Ja, de goedkoopste. Dat kan soms wel ten koste van de kwaliteit gaan. Ja. Dus daar is weinig aan te doen. Ja, dat is de Europese wet. Gewoon Europese aanbesteding. De goedkoopste krijgt het. Het is ook zelfs met het openbaar vervoer, ook zo met de trambus en de metro en zo.
de goedkoopste, er wordt ook eentje in zoveel tijd aan besteed en dan de goedkoopste krijgt het. Oké. Okay. Nou, Simon, dankjewel. Heb je nog andere opmerkingen, vragen, antwoorden? Nou, dat is gewoon overal zo. Daar kunnen ze niks aan doen. Dat is vanaf Brussel beslist dat ze dat moeten aanbesteden overal. Oké, okay. Simon, dankjewel voor je antwoord en blijf luisteren. Oké. Dag. En van Simon gaan we naar Tieneke hier bij Nachtzuster. Dag Tieneke. Dag, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik had het volgende. Wat is er met onze regering aan de hand? Want, verleden keer ging het erover zomer- of wintertijd. Nou, het was bijna tijd om de klok weer voor of achteruit te zetten. En dan komen ze eigenlijk met een idee. Ja, laten we het eens proberen. Maar er is er niks van terechtgekomen, dus het is al opgeschoven tot volgend jaar. Wat gebeurt er nu? Nu is het tijd om de mensen de griepprik te laten nemen. En nou komen ze ineens met voorstellen, mensen in de zorg, die verzorging bieden aan de mensen, de griepspuiten te laten doen, zonder dat ze er eigenlijk zelf invloed op hebben. Nou, daar hadden ze al veel eerder mee moeten komen. Nu hebben de mensen, wij bij de griepprik, die hebben ze al bijna gehad, en dan komen ze eindelijk mee. Ik snap zoiets niet. Komen ze nou altijd als mosterd naar de maaltijd hier mee? Ja, je zou toch denken dat er goed over nagedacht zou moeten worden? Nou, ik ben bang voor niet. Ze komen altijd, als de schaatswedstrijd al gereden is, dan komen ze er eigenlijk mee aan de haal. En dat vind ik eigenlijk allemaal, met al die dingen komen ze altijd als mosterd naar de maaltijd. Ja, jij vindt dat onze regering of de mensen die de wetten maken, dat die achter de feiten aanlopen? Ja, precies. Dat doen ze al jaren. Ja, even nog over die zomer- en wintertijd. Hè. Dat vind ik ook altijd wel fascinerend. Hè. Wat vind jij? Moeten we dat maar afschaffen of niet? Nou, ik voor mij heb er verder geen last van. Maar laat ze er niet over discussiëren als het nog niet aan de orde is. Ik snap zoiets niet. Nee. Nou ja, goed. Als het niet aan de orde is, laten ze er eerder over beginnen. Want met de griepprik ook, dan vind ik het van groot. Ik ben zelf ook afhankelijk van zorg. Mm-hmm. En daarom zou ik het wel fijn vinden als het verplicht werd. Zelf moeten we wel. Ja. He? Want ja, ik ben in een bepaalde leeftijd, ik heb van alles en nog wat, dus dan moet je ingeënt worden. Maar dan komen er hier van de verzorging die zeggen, nee hoor, doen we lekker niet aan mee. Dan denk ik, ja, we zijn er in godsnaam mee bezig, dan moet je weer verplicht worden. Ja, je wil duidelijkheid en goed over nagedacht beleid. Ja, precies, ja. Dit is al een mosterd naar de maaltijd. Ja. En jij ruikt een patroon bij onze regering. Ja, het is al weer vaker wat gebeurd. Ze beloven wat en achteraf gebeurt er helemaal niks. Hmm. En dat kan ik allemaal niet uitstaan. En denk ik, mensen, zien jullie het dan niet aankomen? Het is toch heel gewoon. Die minister van Volksgezondheid, je zou er in de eerste plaats aan moeten denken. Ja, ja. Jij zegt van het beleid komt te laat. Je vraag is duidelijk, Tieneke. Ja. We gaan kijken of er reacties op komen. Dankjewel voor het bellen. Fijn, dank je. En een hele fijne nacht, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer wat je nog de hele nacht, in ieder geval tot 6 uur, want dan begint Jurgen van den Berg met het Radio 1 Journaal, kunt bellen en antwoorden vergeven. Dat mag natuurlijk ook op vragen die nog openstaan of die je voorbij hoort komen op de radiozender. We gaan naar Jaap. Ja, hallo. Spreek ik met Jaap? Ja, zal ik met Jaap. Dag Jaap. Zal ik mijn vraag stellen? Als je een vraag hebt wel. Ik zal hem heel, heel kort stellen. Volgens het burgerlijk wetboek mag bij een oprit mag de afscheiding niet hoger zijn dan een meter hoog. Nou gebeurt het, ik heb een buurman die heeft een vrachtwagen. En die parkeert zijn vrachtwagen naast de afscheiding van die 1 meter hoog. Maar die vrachtwagen die is een paar meter hoog. Hmm. Dus mijn uitzicht wordt belemmerd. En dat is een beetje tegenstrijdig. Nu is mij de vraag, mag een vrachtwagen of een camper of een caravan naast de opleiding, naast die afscheiding staan, die officieel maar een meter hoog is? En die vrachtwagen staat daar altijd? Die staat er iedere dag, ja. Hmm. Een hele weekenden en zo. En mijn uitzicht naar de straat, ik woon aan een eenrichtingsstraat. Dus als ik de straat op wil, dan wordt mijn uitzicht belemmerd. Maar ook vanuit de woonkamer kijk ik altijd tegen zijn vrachtwagen op met de reclametekst. Dat vind ik ook niet zo leuk. Nee, dat snap ik.
Nee, maar dit komt natuurlijk vaak voor. Kijk, je hebt wel eens dat buren met in de vakantietijd of iemand de caravan op zijn oprit zit. En dat is dan meestal tijdelijk. Maar dit is het hele jaar door, hè? Mm. Ja, het is natuurlijk, ja, ik snap je probleem. Want het is natuurlijk een soort rijdende afzetting. Als je het al als een soort afzetting of een erfafscheiding kunt noemen. Dus ja, wat zit daar dan juridisch voor haken en ogen aan? Ja, het is gewoon tegenstrijdig. De afscheiding mag niet hoger zijn dan een meter. Maar die vrachtwagen, die staat er wel. Ja. En dan is de vraag, mag dat? Goeie vraag, Jaap. Ja, dus hebben velen mee te maken, hè? Ja, het is inderdaad een vrachtwagen of een bus of een auto kan al een belemmering zijn natuurlijk. Dus, vind ik een auto niet zo erg, maar en dat zal in veel gevallen voorkomen. En kijk, meestal hebben de buren wederzijds belang om een auto aan de voorkant te zetten. Maar van zo'n vrachtwagen of een camper, daar heb je behoorlijk last. Ja. Ik snap je probleem, Jaap. Ja. En volgens mij is het een hele heldere en duidelijke vraag. Dus daar komt vast een goed antwoord op vannacht. Ja, ik wil nog even een opmerking maken over die DHB. Ik heb DHB en ik vind het waardeloos. Want laten we zeggen, met FM dan heb je een bereik van zo'n 70 kilometer. Dat is het zendbereik, 70, 80 kilometer. Maar met die DHB heb ik alleen maar Nederlandse zenders en buitenlandse zenders ontvang ik niet. Het is net als op de kabel. Je bent afhankelijk van het aanbod wat via de, van die zendmasten komt, hè? Ja. Dus je bent, laat ik het zwak uitdrukken, geen fan van DHB+. Nee, ik kan die FM-zenders, die buitenlandse FM-zenders, die kan ik niet ontvangen. Nee. Op DHB. En dat vind ik een nadeel. Ja, ik snap het. Oké, okay, Jaap, dank. Oké. Okay. En blijf luisteren om naar je antwoord te luisteren, als het komt. Ja, ik hoef niet. Ik word niet teruggebeld, neem ik aan. Hè? Nee, dus gewoon even blijven luisteren naar een nachtzuster. Ik hoor gewoon een uitzending. Zeker. Ja, bedankt. Oké, okay, dag Jaap. En ja, succes. Ja. Dag. 0800-1121 over de weer een vraag over erfafscheiding. Ja, het is veel passen en meten deze nacht. Met de erfafscheidingen en wettelijke afstanden voor toegang van hulpdiensten. We zitten een beetje in de rijdende rechter uitzending lijkt dit. Maar dat levert wel leuke inzichten op altijd. We gaan naar John volgens mij. Ja, John, dat ben ik. Dag John. Ja, er was een vraag over rechtshandige en linkshandige dieren. Ja. En ik kan uit ervaring spreken. Ik heb ervaring met paarden en met honden. Dat er wel degelijk verschillen zijn. Sommige beesten zijn meer linkshandig en rechtshandig. Hm. Met paarden. Ik heb met een jong paard. Kijk, de grote dressuurruiters, Edward Gall, Ankie van Runschen, die doen alles aan twee kanten. Hmm. Maar ik had een jong paard en die sprong makkelijker in de linker galop dan in de rechter galop. En het schijnt, daar heb ik geen wetenschappelijk bewijs van, maar dat de meeste paarden zijn linksbenig. Moet je zo praten over linksbenig natuurlijk. En als je de rechter galop aan wil springen, dan moet je daar meer op trainen. En het schijnt dat de meeste paarden dus linksbenig zijn. Ik heb een hond en die zwemt graag. En als die in een snelstromende rivier zwemt, als die moet apporteren, dan pakt hij het voorwerp op wat hij moet apporteren. Mm-hmm. Altijd linksom. Grappig. 9 van de 10 keren pakt hij hem linksom. Ook al is dat tegen de stroming in. Je zou zeggen, het is makkelijker om met de stroom mee te gaan. Mm-hmm. Maar hij draait zich linksom. In 9 van de 10 gevallen. En dat is dus heel duidelijk dat er bij dieren een voorkeur bestaat voor links of rechts. Wat leuk, ja. Het is me nooit opgevallen. Ja, maar zo hebben we weer wat geleerd vannacht. Ja, en ik weet niet bij andere dieren en zo, maar bij paarden en honden heb ik dan wat ervaring mee.
Maar het is wel grappig. Ja. Er zit wel degelijk een voorkeur in bij dat soort beesten. Ja, ja, nou, ik heb zelf geen paard en ook geen hond. Ik heb wel een kat. Ik ga er ook eens op letten of het daar dan is. Jij weet niet of het ook bij katten is. Daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Oké. Okay. Nou, misschien belt daar nog iemand anders over vannacht. We gaan het zien. Ja, ik zou zeggen, let er eens een keer op. Dat ga ik zeker doen. Ga ik zeker doen. Ja, ik ben nu wel benieuwd geworden inderdaad. Ja. Oké, okay, John, dankjewel voor het bellen. Ja, oké. Okay. En een fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dag, ja. Dag. 0800-1121. Vragen en antwoorden bij Nachtzuster op Radio 1. A Horse With No Name. Beetje zomers plaatje. En in de Nachtzuster chat wordt er ook druk gesproken over dat het zo'n warme nacht is. Ja, inderdaad, het lijkt wel een zwoele zomernacht. 17, 18 graden zelfs. Volgens mij nog wel hogere temperaturen in sommige delen van Nederland. Dus ja, het is een beetje een zomerse nacht. Leuk is dat. En dat terwijl het toch wel oktober is. Je luistert naar Nachtzuster, vragen en antwoorden. En de volgende beller is Ruben. Dag Ruben. Ja, goeienacht, nachtbroeder. Goeienacht. Ik heb antwoorden voor u. Nou, dat is fijn. Gekregen. Ja, wij beginnen met liefdesrelaties op de werkvloer. Mm-hmm. Nou, wat doet de kantonrechter? Deze zaken zijn dus aan de kantonrechter voorgelegd door de werkgever, omdat er een liefdesrelatie ontstond. Maar de kantonrechter die onderzoekt de zaak en vraagt als eerste, is er vooraf een protocol opgesteld ten aanzien van dit onderdeel? Mm-hmm. Als er geen protocol is, dan gaan we naar de volgende dag, kijken we naar de werkverhouding. Raken die verstoord, dan is er grond voor ontslag. Okay. Maar het is ook van belang om te kijken hoe de relatie is. Kijk, als er één in het magazijn zit en de ander zit bij de balie, die hebben ze overdag geen contact met elkaar. Dan wordt het verzoek voor ontslag afgewezen. En het verzoek wordt wel toegewezen als bijvoorbeeld, dan moet u denken aan een bank, mm-hmm. waar de ene een soort controle, dus een controle toezicht heeft over de ander. Ja. Dan is het sprake van, dan kan er iets misgaan in de interne controle relatie. En dan kan de rechter ook overgaan tot ontbinden. Dus het is van de situatie afhankelijk. Duidelijk. Maar het is net zoals mag de werkgever in jouw e-mailbox neuzen. Het moet zo zijn dat hij vooraf een protocol heeft opgesteld en dat je bekend bent daarmee. Goed. Nou, ten aanzien van, er was toch iemand die vroeg over de goede doelen. Nou, de goede doelen, die moeten elk jaar een jaarrekening opstellen. En de jaarrekening moet bevatten ook een jaarverslag. En de accountant, want ze moeten allemaal voorzien zijn van een accountantsverklaring. En de accountantsverklaring moet positief zijn. Dat is ook een vereiste van de belastingen. Want inderdaad, is heel goed gezegd, de belastingen die verdient de AMBI-status, maar het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, die gaan marginaal nog alle jaarrekeningen af om te kijken van is het zoals men zegt, dus 10% overheid, zo noemen ze het, en 90% gericht. Want u moet weten, heel veel fondsen die hebben ook heel veel geld, maar omdat ze het geld niet in één keer uitgeven, maar jaarlijks, dus het geld is al wel geoormerkt, beschikken de fondsen over heel veel middelen. En die middelen, die moeten elk jaar worden besteed. En daar ziet de accountant en het bureau CBF erop toe. Oké. Okay. En u had ook nog een mevrouw, die zat met de zaak van dat de weg gebarricadeerd was met afzettingspalen en dergelijke. Mm-hmm. Ja, nou, die mevrouw, die is angstig voor haar situatie, want ze weet niet hoe het is gesteld met haar veiligheid. Die mevrouw mag contact opnemen met de brandweer. En het is niet de brandweer. Bij de brandweer heb je een blusafdeling. Maar je hebt ook nog inspecteurs. Mensen die gewoon komen kijken naar de situatie. De veiligheidssituatie. En dan mag ze die mensen inschakelen. Ze mag haar naam opgeven. En die mensen uitnodigen. En haar klacht voorleggen. Of haar angst. En dan gaan die het beoordelen.
Ze komen zelfs nog proefdraaien ook. Want dan komen ze met de grote ladderwagen. En die is het langst van alle brandweerwagens. En dan komen ze de situatie beoordelen. U had ook een meneer die had het over zijn bouwketen en de container die hij had geplaatst. Ja, nou, voor die meneer, ja, voor die meneer geldt, hij mag de openbare weg niet onttrekken aan het verkeer. Dat is het beginpunt van de rechter. En dan gaan we kijken naar de situatie zelf. Die meneer mag ook niet staan bij een brandput. Dat is ook een vereiste. Okay. Maar die meneer mag ook iemand van de brandweer of de mensen van de brandweer laten komen. En laten beoordelen de situatie zoals hij die heeft op dat moment. En dan hoeft hij geen verklaring van ze te vragen. Maar hij moet wel de namen weten van de inspecteur. En de dag waarop de inspectie heeft plaatsgevonden. Oké. Okay. Ja, en dan had u ook nog een mevrouw die met mensen zat. Nou, die mevrouw die is in haar rechten geschaad. Zou de rechter zeggen. Maar ik weet niet in welke gemeente die mevrouw woont. Maar die mevrouw heeft twee mogelijkheden. Als het nog geen 6 weken is, dan mag ze haar zaak aan de bestuursrechter voorleggen. Dus ze stuurt gewoon de brief. Een brief naar de griffie van de rechtbank. En daarin doet ze haar beklag. En als men het heeft gelezen, dan ziet men van hey, het is een zaak voor de bestuursrechter. En dan komt de zaak in werking. Maar wat die mevrouw ook kan doen, is omdat het een aangelegenheid van BMO is, dat de gemeente, de wet die stelt de gemeente daarvoor aansprakelijk, voor de uitvoering. Mm-hmm. En dan mag die mevrouw dus ook naar de gemeente schrijven om een verzoek te doen voor een WMO-vervoer voor haar man in scootmobiel en voor haar met rollator. En die andere mensen die mogen ook de veiligheidsregio inschakelen. Dus er zijn gewoon voldoende wettelijke mogelijkheden. En dan heb je nog die zaak van het ziekenvervoer, ja, invalide ziekenvervoer. Die mevrouw die vond dat haar rechten geschonden was, inderdaad, haar rechten zijn geschonden. Maar als ze heeft ook de beschikking over invalide kaarten. Nou, volgens verordening mogen de prijzen van de invalide kaarten verhoogd worden. Maar dan heeft die mevrouw daar tegenover wel weer een recht. Dat is het recht om kwijtschelding te vragen. Dan vergelijk ik dezelfde zaak met de familie in Duiven, gemeente Duiven. Okay. Hebben we al eerder behandeld. Dus er zijn gewoon mogelijkheden, ze mogen het en ze kunnen het. En dan was er nog de kwestie van de hofleverancier. In de wet staat dat als je hofleverancier bent, de rechtspersoon juridische voortzetting moet hebben. Dus dan moet jij als rechtspersoon of leverancier zorgen dat jij de aandelen van de ander overneemt. En dat het niet omgekeerd is. Want als er geen rechtsvoortzetting is, dan vervalt ook het predicaat van of leverancier. Zijn we er doorheen, Ruben? We zijn er doorheen, Het was een hoop deze week. Nee, maar ook we hebben ook de mensen van de erfafscheiding. Ja, zeker. Nou, nachtbroeder, de gemeente heeft, ik weet niet in welke gemeente ze zitten, maar elke gemeente, die mensen zijn door ons opgeleid om burenrecht te beslechten. Dus het is een soort bemiddelingscomité. Die mensen mogen contact opnemen met de gemeente en vragen of die mensen van de bemiddelingsgroep contact met hen kunnen opnemen. En dan gaan ze de zaak voorleggen. Ze betrekken beide buren in de zaak. En die meneer die vrachtwagen heeft als belemmering van zijn uitzicht. Nou, hij kan dat ook voorleggen. En dan wordt er gesproken en dan proberen wij te komen tot een overeenkomst met de buren. Of tussen de buren. En dan moet elke partij zich houden aan de overeenkomst. Nou, okay. Dat is wat de rijdende rechter ook zou doen. Je bent een beetje onze rijdende rechter, Ruben. Dank je wel. Mijn nachtbroeder. Ik zou zeggen, vergeet u straks de crypto niet. Gaan we doen. En een hele fijne werkavond. Dank u wel. En u een fijne nacht. Alsjeblieft.
We gaan naar Hoetje. Ja, dat ben ik. Hoetje, oké. Okay. Vertel, wat kan ik voor je doen? Ik ben een beetje gekker. Ik reageer eventjes op de oproep van twee dames die dagboeken verzamelen. En ik ben een beetje mijn rommel aan het opruimen. Ik loop tegen de 80 en ik heb zoveel boeken. En toen dacht ik, het is een leuk idee om mijn boek aan mensen waar ze wat aan hebben, om die te gedenken eigenlijk een beetje. Hmm. En ik heb echt twee beeldige dagboeken van mijn grootmoeder en van mijn moeder. Wow. Die zijn al meer dan een eeuw oud. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk een beetje, ze zijn niet netjes meer, maar ze zijn des te meer zeer boeiend en ongelooflijk leuk. Ik vind het leuk om deze weg te geven aan die mevrouw die die dames zoekt. Die dames weet ik ook niet, anders had ik dat wel gecontact. Ik bied ze aan. Nou, wat goed. Ja, dat even voor de mensen die dat misschien dan niet gehoord hebben, vertel ik dat nog eventjes, Hoetje. Dat was net Nina die belde. En Nina vroeg zich af, ik heb een tijdje geleden of recent naar De Nacht op Radio 1 geluisterd. En daar waren twee dames die dagboeken verzamelen. Dus misschien zit er nu iemand te luisteren die nu pas inschakelt en dat nu misschien pas hoort. We zoeken dus de namen van deze dames, of misschien de uitzending waar dat dan te horen was, zodat we dat op die manier kunnen opzoeken, van de contactgegevens van deze dames die dagboeken verzamelen. Dus mensen die dat misschien nog kunnen herinneren. 0800-1121. En je hebt dus een mooi dagboek, 100 jaar oud. Daar moeten wel mooie dingen in staan dus. Ja, twee heb ik er. Oh, twee, ja, ik heb er een van mijn grootmoeder en een van mijn moeder. Ja. Met die prachtige schrijfwijze. Hè, dat dik en dun met inkt en beeldige plaatjes. Ook tekeningen staan erin. En zelfs, daar besluit het mee, een tekening van mij als kleinkind. Ik was een jaar of 7, 8. Dat mooi. Ik ook een klein gedichtje heb gezet. Ja, ontzettend leuk is het. En ik weet eigenlijk, niemand in mijn familie vindt dat, dat gooit je weg in de prullenbak, denk ik. Of in de vuilnis. En daar is het te leuk voor. Ja, je wil dat het goed terecht komt. Ik wil dat het goed terecht komt. Je hebt het helemaal door. Ja, bedoel ik precies. Nou, we gaan kijken of zullen we even je naam noteren en kunnen we dan kijken. Oké, ik moet dus blijven hangen, begrijp ik. Blijf maar even hangen, dat is goed. Voor de naam. Ja, voor de naam, laten we dat maar doen. En dan hopen we dat we later vannacht nog eventjes terechtkomen bij de namen van die dames die dan die dagboeken verzamelen. Dank voor het bellen in ieder geval. Lekker geweldig. Oké. Okay. Oké, okay, prettig uit. Dag. Hoetje was dat. Nachtzuster gaat nog een uurtje door. We gaan zo nu even naar het nieuws. En dan doe ik nog even een overzichtje van de vragen die nog openstaan. Maar je kunt nu alvast even bellen met antwoorden op vragen die je hebt voorbij horen komen. Of even een nieuwe vraag stellen. 0800-1121. Of je kunt even een appje sturen naar de gratis NPO Radio 1 app. Heb je die nog niet, dan kun je hem even installeren op je telefoon of op je tablet. Hartstikke handig. Je kunt daar ook een voice berichtje in sturen. Of gewoon even een intikken en dan komt het ook bij ons terecht. En dan kunnen we je terugbellen. Nou ja, de techniek staat voor niets bij deze zender. Even naar het nieuws en zometeen nog een uurtje Nachtzuster. Tot zo. Nachtzuster, een programma van Max. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer wat je kunt bellen. Maar je kunt natuurlijk ook een appje sturen. En even kijken wat er allemaal is binnengekomen op de NPO Radio 1 app. Carola, die zegt bijvoorbeeld, die reageert op de vraag over de dagboeken. Die worden verzameld. Ik vertelde net al, er zijn dus dames die hier op Radio 1 hebben verteld over, nou ja, dat ze dagboeken verzamelen voor een bepaald doel. Heb je dat gehoord op Radio 1? Laat het even weten, want we zijn op zoek naar wie die dames precies waren. Maar Carola, die zegt op de NPO Radio 1 app, er zijn ook bij het Meertens Instituut dagboeken gewild voor onderzoek. Dus daar zou je dagboeken ook naar kunnen sturen. En dan kun je even naar www.meertens.knaw.nl en dan even zoeken op het dagboekarchief. En daar kun je dan je dagboeken naartoe sturen. En nog een appje van Maurice, die reageerde op de vraag waar Ruben net ook al een antwoord op gaf, over dat je uitzicht belemmerd wordt door een vrachtwagen.
Was dat Ruben trouwens die erop reageerde? Nou ja, er was een vraag over dat een vrachtwagen kan je uitzicht belemmeren. Wat kan ik daartegen doen? Nou, zegt Maurice, bedrijfswagens of vrachtwagens mogen in de meeste gemeenten niet geparkeerd worden in woonwijken. Buiten werktijd in ieder geval. En je kunt daarvoor over, je kunt daar het beste je gemeente voor raadplegen. Dus dat is het advies wat Maurice geeft. Dat gezegd hebbend gaan we weer even naar de bellers. Dat is toch het leukste. Marty, goeienacht. Ochtend. Ja, goedenacht, goedemorgen. Dag Marty. Het is lang geleden dat ik om deze tijd wakker was. Normaal, gelukkig gaat het de laatste tijd een stuk beter, maar vannacht was het weer een mindere nacht. Dus ik denk, laat ik eens een paar vragen binnen duwen. Graag, kom maar op. Ja, op 1 augustus 1987 heeft de groep Tangerine Dream een concert gegeven in Berlijn. Ook wel bekend onder de zogenaamde Reichstagsgalerne. Dat ding, ja, ik weet in ieder geval dat die minimaal 2 uur en 5 minuten heeft geduurd. Hmm. Ik heb toevallig een paar jaar terug op YouTube een compleet mogelijk opname daarvan gevonden. En hij was nog goed van kwaliteit ook. Hmm. Maar ja, wie weet dat het toch nog meer in thuis wordt dan die 2 uur en 5 minuten... Dus de vraag is of er ooit een opname van beschikbaar is gezet. Dus op cd bijvoorbeeld. En hoe daar aan te komen is. Want ik heb het nog steeds niet kunnen vinden. Oké. Nou, kijken of daar een opname van is. Reichstagsgalerne is het, hè, volgens mij dan. Reichstagsgalerne. Ja. Op 1 augustus 1987. Tangerine Dream concert van in ieder geval minimaal 2 uur en 5 minuten. Maar ik zeg al, misschien zit er nog wel meer in. Want ik heb de indruk, vooral de laatste 40 minuten, dat daar wat onderbrekingen zijn geweest en dat ze het geplakt hebben. Dus mogelijk is het concert nog langer geweest. Oké. Nou, we gaan kijken of daar mensen zijn die daar misschien dan die opnames hebben. Ja, en nog een andere vraag. Ja. Vroeger had je, toen nog geen 24 uur radio was, jaren 70, jaren 80. Dan had je meer eens morgens, als je dan bijvoorbeeld radio 3 aanzette voor 6 uur of voor 7 uur. Dan had je een bepaald pingeltje en dan werd er gezegd Hilversum 3. Ja. En dan kreeg je dat pingeltje Hilversum 3. Nou, wij kennen dat hier niet meer. Het is niet dat ik weet dat er nog één zender is die zoiets heeft. Maar nou is het dus zo dat ik nog wel eens de laatste 15 jaar veel met radio experimenteel geluisterd heb. En vooral in de tijd toen ik nog in de reeks zat, dus dat is alweer een aantal jaar geleden, dan had ik een aantal jaren dat ik hele goede ontvangsten had. En dan had ik een zender, die had dus ook zo'n pingeltje. En er wordt ook iets gezegd, maar ik wil ook eigenlijk graag weten wat dat betekent. Dan is het alleen zo dat ik één letter greep dat ma is, ben ik niet zeker of dat klopt. Maar wat er dan wordt gezegd is Pyongyang Epien Panzamanida. Schrijft u mee thuis? Ja. En ik wil dus graag weten wat dat eigenlijk betekent. Of dat zoiets betekent als dus de lokale zender van Pyongyang of zo. En overigens in het Koreaans valt me dan op dat heel veel zinnen eindigen met Nida. Nida? Ik weet wat dat. Ja, Nida. Daar eindigen heel veel zinnen of uitspraken of alinea's op. Dus ja, dat zal wel een of ander stopwoordje zijn of zo. Of misschien, ik weet niet waar het voor staat, maar dat zou ik dus graag willen weten. Ja, nou, allemaal goede vragen, Marty. Ik denk dat we weer uit de voeten kunnen met, 3 vragen heb je nu inmiddels gesteld. Dus hartstikke goed. Maar in ieder geval, en even om dat dus nog een keer te halen, wat er dus uitgesproken wordt. Misschien kun je het meeschrijven. Ja, ga ik doen. Pyongyang, dat is de hoofdstad van Noord-Korea. Die kennen Pyongyang. We, ja. Epien. Epien. Panzama. Panzama. En ma is niet zeker dat het klopt, maar dat hoor ik al. Iemand die er verstaat, die kan wel zeggen, ja, maar het moet iets anders zijn. Dus Panzama. Ja. Nida. Nida, oké. Ik heb hem opgeschreven. Ik ga hem zo nog wel eventjes een keer herhalen, Marty. Ja, ik ben benieuwd wat de betekenis daarvan is. Ja, zeker. En de concertopnames. We gaan kijken of er of mensen zijn die hier wat mee kunnen. Dank je wel. Ja, hartstikke bedankt. En alvast een fijne vrijdag. Ja, oké. Oké.
0800-1121. Ruben zei het al vorige uur. Nachtbroeder, vergeet u vooral de crypto niet. Nou, dan moeten we dat ook maar gaan doen, lijkt me. Dus word je net wakker en denk je, we moeten die hersenen even laten kraken. Of misschien ben je al de hele nacht wakker en denk je, nou, ik kan wel weer wat hersengymnastiek gebruiken. Ik zou zeggen, schrijf mee als het nodig is. Of denk even goed na. Want de cryptogram hebben we altijd in dit programma. Heb je een antwoord? Bel dan ook 0800-1121 en dan komt er misschien een leuke prijs naar je toe. De crypto voor deze week is: voor dit werk hoef je niet wakker te blijven. Voor dit werk hoef je niet wakker te blijven. En dat gaat dan om 9 letters. Laat die hersenen kraken. Ga ik intussen eventjes naar Han. Ja. Han, goeienacht. Ja. Ochtend. Ja. Ben ik aan de telefoon? Luid en duidelijk in de uitzending, Han. Ja, dus prima, ja. We kunnen van start. Ja. Ja, ja. Ja, ik reageer even op die mevrouw die 2 dagboeken aanbiedt. Maar er waren 2 dames die daarin geïnteresseerd waren. Maar ik weet niet of daar nog contact mee gelegd kan worden. Maar ik verzamel zelf ook dagboeken en persoonlijke documenten. Dus ja, mocht het zo zijn dat ze niet ergens anders terecht kunnen, die dagboeken, dan zou ik wel geïnteresseerd zijn om ze over te nemen. Ja, ja, het is een, er zijn meerdere partijen in ieder geval die dagboeken verzamelen, want het is natuurlijk een soort rijke bron over onze historie. Ja. En persoonlijke verhalen zijn natuurlijk mooi om te lezen, vooral als het lang geleden is. Ja, 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 daarom. Daarom ben ik daar ook in geïnteresseerd. Ik verzamel ook oude correspondentie bijvoorbeeld, oude brieven die ik af en toe wel eens op een verzamelbeurs vind. En zo heb ik onlangs bijvoorbeeld een hele collectie van ongeveer 600 brieven uit Indië gekocht. En die ben ik nu aan het lezen. En daar staan echt hele interessante details in over het leven op een plantage in Sumatra. Dat is allemaal uit de jaren 30 en de jaren 50. Dus dat zijn inderdaad hele persoonlijke documenten die je heel af en toe nog wel eens op de kop kunt tikken. Op een verzamelbeurs of ergens anders. Ja, maar is er dan nog een bepaalde achterliggende gedachte achter? Of lees je ze alleen en zet je ze in de kast? Nou ja, of? Ik lees ze en misschien dat ik er nog wel iets mee ga doen. Maar ja, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog eens even bekijken. Maar het is, maar vooral die persoonlijke documenten, die gaan inderdaad zo vaak verloren. Want brieven die worden dan weggegooid omdat kinderen niet meer geïnteresseerd zijn. Oude foto's, precies hetzelfde. Je ziet ook heel veel oude fotoalbums liggen bijvoorbeeld. Of bakken vol met oude snapshots en oude fotootjes, familiefoto's. Hm. En denken, die zijn ooit van iemand geweest. En die liggen nou dan zo her en der verspreid in allerlei bakken voor 50 cent of 1 euro. En dat is eigenlijk toch wel triest. Dus daarom probeer ik nog zoveel mogelijk dat bij elkaar te krijgen. En ik ben zelf ook al 72. Dus waar dat later dan heen gaat, misschien ook naar een of ander instituut of iets dergelijks. Maar het blijft het in ieder geval voorlopig bewaard. Hè. In plaats van dat het inderdaad, zoals die mevrouw zei, dat het ergens in de container gegooid wordt. Want dat is natuurlijk doodzonde. Ja, ik zou daar inderdaad te zijnde tijd wel wat voor regelen, inderdaad. Dat de dagboeken wel een goede bestemming krijgen. Ik noemde net al in de app werd er gezegd dat ook bijvoorbeeld het Meertens Instituut blijkbaar dagboeken verzamelt. Ja, dat weet ik. Ja. Dus dat is, want ik heb zelf ook dagboeken. En dan moet ik ook nog eens zien waar ik daarmee heen ga. Dat is goed. Ja. Dus dagboeken van mezelf dan. Hè. Dus, dat snap ik. Ja. Okay. Ja. Han, dankjewel. Ja, maar goed, moet ik nou aan de lijn blijven om eventueel mijn telefoonnummer en adres door te geven voor het geval dat die mevrouw geïnteresseerd zou zijn om ze aan mij op te sturen? Want er moet natuurlijk wel een of ander contact zijn. Dat is, gaan we zeker doen. Dus blijf even aan de lijn, inderdaad. Ja. Ja. Oké, dank voor het bellen. Ja, bedankt in ieder geval. En een fijne vrijdag. Ja hoor, in orde. Oké, dag. Ja. We gaan naar Johan. Goedemorgen. Johan. Goeiedag. Goeiedag. Vertel. Ik had een antwoord. En ik heb de vraag gehoord, maar ik heb eigenlijk niet meer gehoord dat er een antwoord kwam. Nou, de vraag is ook niet meer herhaald. Het ging over die mevrouw die vertelde dat zij destijds verkering heeft gekregen op de werk. Mm-hmm. De vraag heb ik niet helemaal meegekregen, maar of dat
Nou, de vraag is vooral van, ja, is daar juridisch iets voor geregeld? Hoe gaan bedrijven daarmee om? Maar het mogen ook persoonlijke reacties of mensen die daar ervaring mee hebben, die mogen ook gewoon reageren. En Ruben, onze juridische rots in de branding in dit programma, had er al wel wat over gezegd. Heeft Ruben al over gepraat? Ja, nou, die had wel iets gezegd dat bedrijven daar wel een soort reglement voor moeten hebben. Maar wat heb jij daarover te zeggen? Ik heb er ook mee te maken gehad. Dat wil zeggen, werknemster, werknemer. En dat was knap lastig. Want die jongen destijds, een hartstikke lief en aardig jong met hele goede bedoelingen, die was verliefd op een meisje wat bij mij werkte in de winkel. En hij werkte in de bakkerij. En er ontstond echt iets. Maar ik vond het heel lastig, want niet veel later kreeg die twee ruzie. Toen raakte de verkering uit en ze kregen ruzie, want zij had iets gedaan wat hij niet leuk vond. Ja, dan krijg je hele rare dingen. Ja. Want dan worden er 20 chocoladebollen besteld en die geeft een meisje door aan die bakker en die maakt ze vervolgens niet. Ik heb niks gehoord. Had zij maar moeten zeggen. Dus enerzijds is het voor het bedrijf knap lastig. Anderzijds zou je het niet moeten willen. Want als je praat over een redelijk leeftijdsverschil, 15, 20, 21, ja, dan wordt het heel erg moeilijk en dan moet je als werkgever het onderscheid maken met iemand die uitsluitend goede bedoelingen heeft of minder goede bedoelingen. Ja, daar kun je maar beter de kop in drukken en eventueel de ouders bellen, want die verantwoording is echt heel erg groot. Ja, dat, soms zijn dat knap ingewikkelde vraagstukken voor werkgevers, lijkt me. Ja, als je als oudere daar tegenover staat, ja, ik doe niet zo kinderachtig, maar dan komen echt ooit de raarste dingen in mensen naar boven. En als je daar tussenin staat, is echt ontzettend moeilijk. Ja. Maar 20 jaar geleden heb ik een cursus moeten volgen in zaken de leerlingen hier die stage mochten lopen. Er werd toen er werden regels aangescherpt en ik moest een bepaald certificering hebben om leerlingen te mogen opleiden. En die man die ons die cursus gaf, die zei in het begin: het enige waar een leerling om vraagt die bij u komt werken is veiligheid. In de ruimste zin van het woord. En dit valt echt onder veiligheid. En die moet je waarborgen. Ja, je hebt de verantwoordelijkheid als werkgever. Ik heb 100% de verantwoordelijkheid. En ik vind dat ik naar die ouders toe die garantie moet kunnen geven. Ik heb ook kinderen gehad. Mijn kinderen hebben ook stage gelopen links en rechts. En ik vond het maar wat prettig dat er bloedserieus mee om werd gegaan. Ze stappen wel de wijde wereld in en alle bepaalde vrijheden, maar dat betekent niet dat alles kan. Nee. En ooit zijn ze er aan toe en ooit zijn ze er niet aan toe. En dan moet je ze min of meer tegen zichzelf beschermen. Jouw advies is in ieder geval, zorg dat je de goede afspraken over maakt en ook dat je er op tijd al over nadenkt, voordat er een probleem kan ontstaan. Ja, maar ligt ook de ouders in. Kijk, ik heb toen, hier was het nog, ja, dat is best ooit lastig om aan te geven hoe lang moet iemand werken. Er zit wel ooit een, zeker die oproepkrachten, een verschil in van een uur, anderhalf uur. Nou, dat is een geweldig instrument voor die jongelui om te zeggen, ja, maar ik moest langer doorwerken. En dan gaan ze met het vriendje op pad. Ja. En dan krijgen ze naar de rand loonslip en dan staat op zoveel uur gewerkt. Dus die moet, nee, jij hebt toen overgewerkt, want je was toen zo en zo laat thuis. Dus je krijgt zoveel fricties, die hoorden we niet weten. En daarom is heel goed vinger aan de pols, eventueel met ouders het een en ander afstemmen. En de zaak heel goed in de peiling houden. Dat is mijn devies. En dat is duidelijk, heb je duidelijk gemaakt, Johan. Dankjewel voor het bellen. Oké. En een fijne dag, hè? Hoi. Dag. Hoi. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer wat je kunt bellen voor vragen en antwoorden. En natuurlijk ook nog even die crypto, hè, die nog open staat. Voor dit werk hoef je niet wakker te blijven, was de opgave. 9 letters. Heb je een antwoord op deze crypto? Of gewoon op een leuke vraag die gesteld is? 0800-1121. Climie Fisher, Love Changes Everything. Je luistert naar Nachtzuster. Nog ruim een half uur ben ik bij je met het programma over vragen en over antwoorden. En dat wordt gemaakt door de luisteraar. 0800-1121 is het overbekende telefoonnummer. Waar je even naartoe kunt bellen voor vragen en antwoorden. Rashid moet ik zeggen. Goeienacht. Dag Rashid, goeienacht. Waar bel je voor? Ik bel voor het antwoord van de crypto. De crypto, ja. Altijd even hersengymnastiek zo vroeg in de ochtend.
Nou goed, voor de mensen die je misschien nog gemist hebben, vertel ik hem nog even één keer. De crypto deze week was: voor dit werk hoef je niet wakker te blijven. En dan waren het 9 letters. Heb je lang moeten puzzelen of was het wel snel duidelijk? Nee hoor, nee, het was snel duidelijk. Ik was gelukkig ook, kon ook gelukkig snel inbellen. Ik luister elke donderdagnacht naar Nachtzuster. Maar vanwege mijn werk als taxichauffeur kan ik de ene keer wel inbellen en de andere keer niet. En nu lukte het wel. Kijk, en nou, je bent er doorheen en misschien heb je ook nog wel een goed antwoord. Dat moeten we maar afwachten. Wat is jouw antwoord? Ja. Ik meen te denken dat het antwoord een droombaan is. Droombaan, 9 letters. Nou, dat klopt. Voor dit werk hoef je niet wakker te blijven, droombaan. Nou, lijkt me hartstikke goed. Ik zet er een hele grote krul bij. En ik feliciteer je met het oplossen van de crypto deze week, Rashid. Vriendelijk bedankt, Ron. Ja, blijf even hangen. Of ik weet niet of je gegevens al genoteerd hebben. Maar er komt in ieder geval een mooie prijs naar je toe. Dankjewel. Het Max Verrassingspakket. We zijn een programma van Max. Vandaar Max Verrassingspakket. En doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Zal ik zeker doen. Een fijne voortzetting van de uitzending nog. Dankjewel, Rashid. En een fijne vrijdag. Dankjewel. Dag. Nou, de crypto is opgelost. Daar zetten we een krulletje bij. Maar vragen zijn nog niet allemaal beantwoord. Ik heb nog steeds die vragen over die me toch wel intrigeerden. Klopt het dat de kleuren door jongeren anders worden geïnterpreteerd dan door ouderen? Dat vond ik een hele leuke vraag. Daar hebben we nog steeds geen antwoord op gehad. Die kwam bijvoorbeeld voorbij. En die hofleverancier. Als je nou een bedrijf bent dat hofleverancier is, en op een gegeven moment wordt je bedrijf overgenomen, of je gaat fuseren en de naam verandert, heb je dan nog steeds dat predicaat hofleverancier? Nou, 2 vragen die nog openstaan. Er staan er nog een paar meer open, maar deze leg ik even in ieder geval aan je voor, omdat ik daar echt wel even een antwoord op wil hebben. 0800-1121. Marijke, die heeft gebeld. Dag Marijke. Ja, ik heb gebeld over de griepspuit. De griepprik. Ten eerste is de griepspuit niet verplicht. Je krijgt ook jongere mensen die bepaalde aandoeningen, ziektes hebben, die krijgen een uitnodiging van hun huisarts. En om die griepspuit te halen. Maar als je op een bepaalde leeftijd komt. Ik kreeg al heel vroeg die uitnodiging vanwege een paar aandoeningen. Mijn man die kreeg hem dus later vanwege de leeftijd. Ik heb hem 1 keer gehaald. En ik werd zo ziek van die griepspuit. En ik heb hem daarna nooit meer gehaald. Ik moet zeggen dat wij ook eigenlijk nooit de griep hebben. Mijn man is 80, heeft nog nooit de griepspuit gehad. Heeft hem ook nooit gehaald, doen we ook niet. Ik denk dat als je er niet zo gevoelig voor bent, nou lijkt het me niet eens nodig. Maar B, als je nou eens probeert om zo gezond mogelijk te leven, als je daartoe in staat bent, niet iedereen zal dat nog kunnen op een bepaalde leeftijd. Maar als je dat wel kunt, doe dat dan. En beweeg zoveel mogelijk. Lopen, fietsen, ga naar buiten. Eet gezond, eet gevarieerd. Want elk jaar is er wel weer een discussie over die griepspuit. Dat er dan toch zoveel mensen nog de griep krijgen. En dan blijkt dat de stoffen die men eigenlijk nodig heeft om dat te voorkomen, die zitten dan niet in die spuit. Want dan is er weer een ander virus, of een bacterie, weet ik veel, die dan die griep weer veroorzaakt. En als je dus al iets hebt, een of andere aandoening, en daar heb je medicijnen voor, ik vraag me dan ook af, die combinatie van die griepspuit en de medicijnen die je slikt, is dat ook altijd wel een goeie? Wordt er naar gekeken? Is dat onderzocht? Want dat is voor ieder persoon, is dat ook weer anders. Ja, ja, je reageert hiermee op wat Tineke daar straks vertelde. Dat zij ook het idee heeft dat het beleid van de regering, en ze noemde dan inderdaad die griepspuit als een soort voorbeeld, dat het beleid van de regering altijd een beetje achter de feiten aanloopt en soms ook gewoon totaal niet de realiteit volgt. Wat jij ook zegt van, nou ja, die griepspuit helpt eigenlijk niet. Ja, maar zij vond ook dat bijvoorbeeld, want zij zei zelf dat ze veel zorg nodig had. Ik weet dat uit het verleden ook van mijn moeder. Die kreeg wel altijd de griepspuit.
die was ook hoogbejaard. En dat dus de dames die zo daar omheen lopen van de zorg, dat die daar niet toe verplicht worden dan om die griepspuit te halen. Ja. Dat in haar ogen dat dan niet zoveel zin had, dat zij hem dan wel kreeg. Hm. En ja, die griepspuit is gewoon niet verplicht. En dat is, geldt ook voor de dames van de zorg. En dat geldt ook voor de mensen in het ziekenhuis. Ik weet niet in hoeverre of verpleegkundigen of ja, wie er ook werkzaam is in het ziekenhuis, of die verplicht kunnen worden om die griepspuit te halen. Nou. Dat zijn geen, daar zijn nog steeds, is dat geen verplichting. En ja, die discussies elke keer van dat die toevallig dan net niet toereikend is geweest. Hmm. Ja, die zul je elk jaar houden. Want hoe kan je nou voor die tijd, als je zo'n spuit, als je dat in elkaar sleutelt ergens, hè, met die stoffen, hoe kan je dan voor die tijd nou precies weten, wat is nou de volgende virus of wat is de volgende bacterie die straks die griep gaat veroorzaken? Is niet te voorspellen. Nee, is niet te voorspellen. Nee, daarom. En dan denk ik, mensen zijn tegenwoordig zo lang mobiel en nou, probeer gezond te leven. Ga wat meer naar buiten. Ga fietsen en wandelen. Zorg dat je op die manier je gezondheid in stand houdt. Vind ik een goed advies. Dankjewel, Marijke. En ik heb nog iets. Oh. Dat schoot me later in de gedachten. Over dat taxivervoer. Ja. Dat personenvervoer. Die mevrouw noemde daar Mensis. Mensis is een zorg. Organisatie. Mm-hmm. Maar daar, als ze goed de krant heeft gelezen, als ze de krant heeft, maar het is ook nog op de televisie of de radio geweest. Bij radio, ja, ik luister veel naar Radio 1. Eigenlijk altijd de hele dag als ik er ben. Maar dat hele vervoer, dat zit, is ook in handen van de taxibedrijven. Je hebt hier in de provincie Gelderland, heb je een aantal, ja, en misschien opereren ze ook wel landelijk, dat weet ik niet. Want zij noemden de naam van Linzen. Linzen is geen organisatie verder, dat is gewoon een taxibedrijf, een immens groot taxibedrijf. En ik weet, dat heeft in de krant gestaan, dat er een paar taxibedrijven zijn hier die elkaar zo ongeveer de tent uitvechten. En dat gaat dan over het aanbesteden, de prijs die weer aan verbonden is. En ja, als ze dan denken, we kunnen er niet mee uit, ja, dan gaan ze dus, dan leggen ze het beltje erbij neer. En dan ligt dat hele vervoer, ja, dat ligt dan even weer plat gezegd op zijn kont. Hm. En daar kan zo'n Mensis, zo'n zorgorganisatie. Je hebt Mensis en ja, noem er nog maar een aantal. Ja, ik denk dat die daar dus weinig aan kunnen doen. Het is bij de gemeente geweest, heel in het verleden toen het opgezet is. Het is weer naar andere organisaties overgeheveld. Maar die taxibedrijven, dat zijn vaak degenen die ja, daar een hele grote vinger in de pap hebben. Je punt is gemaakt, Marijke. Marijke, ik moet nog even door, want we hebben ook andere bellers. Maar ik vind het een goede aanvulling voor dit probleem van Ria, die daar een vraag over stelde. Graag gedaan. Dank je wel voor het bellen en ook voor je antwoord. Heel veel succes op de griepprik. Dank je wel, Marijke. Dank je wel. Fijne nacht. 0800-1121 is het telefoonnummer wat nog gewoon gebeld kan worden. En Mirjam heeft ook een vraag gesteld. Volgens mij, die gaat nu een vraag stellen. Mirjam? Ja, op de valreep nog een vraag waar ik al een hele tijd mee zit. Het valt mij op als fietser dat er plekken op het asfalt zijn die gevuld zijn met een andere kleur. En het zijn altijd plekken, dezelfde afmeting, zo 10, 12 centimeter. En dat interesseert me. Ik zie het vrijwel in elke straat op een aantal plekken. Oh. En, dus en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar hebben daar dan gaten gezeten, denk je, die dan later opgevuld zijn? Of, ja. Ja, want het is een andere kleur. Oh. Het valt op. Okay. En altijd dezelfde afmeting. Heb je erbij gestaan met de centimeter? Of dat je het zo precies weet? Of een inschatting? Nou, ik ben een klusser, dus ik heb een timmermans oog.
Ah, kijk aan, daar ligt het aan. Hartstikke goed. Nou, weet je wat, we gaan gewoon snel door. En dan hoop ik dat er zometeen nog even een antwoord komt op jouw vraag. Want daar gaat het natuurlijk om, okay, in dit programma. Dankjewel, leuke vraag. Dag Ruud. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Hoeveel meters kun je met een pen schrijven? Briljante vraag. Is ja, het, ja. Mijn pen stopte ermee. Ik denk, ja, weet je, hoeveel zou ik nou eigenlijk met die pen geschreven hebben? Ja, ervan uitgaan natuurlijk dat. Ja, ervan uitgaan dat alle inkt op is en dat het een beetje een standaard pen is. Want ik kan me voorstellen, ja, de ene pen is wat groter dan de ander misschien. Ja, maar gewoon een normale standaard, zo'n reclamepennetje die je wel eens gewoon krijgt. Precies. Of een big pen, bij wijze van spreken, gewoon een standaard pennetje. En daar ben ik wel zoiets naar. Hoeveel meter kun je daar nou mee schrijven? Of een lijn trekken van hoeveel meter? Zou het ooit uitgezocht zijn, denk je, Ruud? Geen idee. Ik heb er nog helemaal niet naar gegoogeld. Ik denk, ik vind het een leuke vraag voor op de radio. Ik vind hem helemaal leuk. Ruud, we zetten hem erbij en hopelijk komt er nog even een antwoord zo. Oké dan. Oké, dankjewel. Dag Ruud. Goed, hè. Hoi. 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 Leuke vraag. 0800-1121. Hoeveel kun je met een pen schrijven? En daar hangen we dan een lengte aan vast. 0800-1121. Leo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb toevallig pas een pen gekocht. En een echte Parker kan je geloof ik 30 kilometer mee schrijven. Of 9. Of in ieder geval. Dat is in ieder geval. Het is bekend. Maar het ligt dus aan de kwaliteit van de pen. Maar over de gaten in de weg. Ik vroeg me dat ook af. En we waren een paar weken geleden op markten. En daar waren ze gaten aan het boren. Dus toen kon ik het vragen. Men meet de dikte van het asfalt als het geasfalteerd is. Dan gaan ze controleren of het wel volgens de specificaties die geoffereerd zijn, of het ook is aangebracht. En het ging bijvoorbeeld om een onderlaag van tussen de 25 en de 30 mm. En daar moest dan een toplaag van tussen de, weet ik het, 50, 55 mm op zitten. Je kunt je voorstellen, als je een weg moet asfalteren en je weet een paar millimetertjes te smokkelen en het gaat om kilometers snelweg. Ja, even later heb je gewoon vrachtwagens minder asfalt nodig. Nou, dat is het. Daarom worden die gaten geboord. Nooit geweten. En het is toch ook stom toevallig dat er vandaag iemand belt met die vraag en dat jij ook gewoon recent nog dat antwoord hebt gehoord. Ja, het was op markt. We waren aan het wandelen tussen de haven en het paard. En daar was op een fietspad, een prachtig nieuw glimmend fietspad, was een busje met een aanhangertje en een boor achterop. Ja, en om de 50 of 100 meter boorde die gaatje of tweede. En die monstertjes werden allemaal keurig genummerd en met een duimstok opgemeten. Nou, het was net op de grens, hoor. Het was net op de grens. Ja. Leuk, leuk. Vandaar. Ja, nou, dankjewel voor het antwoord. En blijf nog even luisteren, zou ik zeggen. Oké, ik ga zo werken. Oké, succes, werk ze. Dag. Kees, goeienacht. Goedendag. Waar kan ik je mee helpen? Wat kom je doen? Antwoord op die maan. Ja. Waarom die in Noord opkomt. Vertel. Ja, dat is hetzelfde met de zon. Die komen nooit in het noorden op. Dat heeft met evenaar te maken. De maan en de zon op de hoogte van evenaar. En daar draait hij om. Dat is één keer de korte buis, nog een keer. En we gaan nooit naar noorden. Maar wij zitten aan de noordkant van Evenaar. Het leven is zo simpel, hè? Als je het antwoord weet. Ja, hè? Nou, daar houden we het dan bij, Kees. Hartstikke goed. Prima. Oké. Okay. Tot zo. Hoi. Doei. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Je had nog een antwoord, hè? Ja, ik woon zelf aan de grens. Kun je waarschijnlijk horen, Twente. En wat mij opviel, en het is niet direct de chips, maar daar zou zomaar hetzelfde voor kunnen gelden. Als je cola drinkt, dan smaakt bepaalde merken cola smaken over de hele wereld hetzelfde. Drink je echte cola light, dan proef je een verschil per land. En dat heeft te maken met de wetgeving over de extra ingrediënten die erin moeten. Dus de suikervervangers. Daarom smaakt in Duitsland bijvoorbeeld de cola light iets zoeter dan dat die in Nederland smaakt. En dat zou zo ook maar voor chips kunnen gelden. En tankstations, zeker bij de grens, kopen dat nog wel eens in natuurlijk, aan de andere kant. Oké. Okay. Dat dus. Ja, bij cola weet je het in ieder geval zeker. Jawel. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Nou, goed dat we daar nog even wat van weten. Dankjewel, Bert. Oké, groeten hè. Groeten. Dag. Dag. Ewout, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ik wilde graag nog een aanvulling geven op het gaat in het wegdek. Kom maar op.
Ik heb ze namelijk vroeger zelf geboord. De meneer heeft gelijk dat het voor controle is. Er worden altijd drie kernen geboord. Een A, een B en een C-kern. Je ziet altijd drie van die gaatjes naast elkaar. De ene kern wordt gebruikt om de samenstelling van de asfalt te controleren. Mm-hmm. En de andere boorkern, daar wordt de asfalt warm van gemaakt, van de lagen. En die wordt herverdikt om te kijken of de asfalt goed gewalst is, zeg maar. Oké. Okay. Nou. En dan blijft er nog een C-kern over en dat is de reservekern. Ja. Voor als de aannemer en opdrachtgever, zeg maar, oneenigheid hebben. Oké. Okay. Nou. Dan zetten we echt een krulletje erbij, want dan hebben we het uit eerste hand. Ja, waarvoor er nog een kleurverschil in is, ja, is dat de laborant die die boorkernen eruit haalt, ja, hem eerst op gaat vullen met beton en dan een klein laagje asfalt wil doen om te voorkomen dat je gaatjes krijgt in de weg. Hé hey Wout, ik dank je. Nou, graag gedaan. En een hele fijne vrijdag. Succes. Oké, dankjewel. Ja, succes. Ja, wij zitten er al doorheen. We gaan afscheid nemen. Dank voor het bellen met alle mooie vragen en mooie antwoorden. Volgende week is Astrid er denk ik wel weer. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Ik wens je veel plezier met het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Dag. Mijn vraag is deze. Jongeman, hoe maken wij een mooie barbecue? Barbecue. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.